U zal wel zeggen, waarom gaat hij nou al liggen? U zal wel denken, hij voelt zich vast niet wel. Nou, ik voel me heel best en ik mankeer geen pest. Bovendien ben ik zo taai als de hel. Ik wou alleen vanavond rustigjes beginnen. Toen dacht ik, weet je wat, ik doe het in een bed. Lekker lang uit gaan leggen en rustigjes zeggen. Goedenavond, ik wens u veel pret. En bovendien, vanuit je bed is alles vredig. Want in je bed verstomt een eenzellige kijf. In je bed ben je niet bang, er is niets van belang. Zelfs de Gaulle heeft in bed niets om te lijf. Vanuit mijn bed bent u, ja, hoe zal ik het zeggen? Vanuit mijn bed valt u me echt reusachtig mee. Helemaal niet die horde die zo lastig kan worden. Aan de kassa of in de foyer. Mag ik 9 plaatsen voor Anne, alsjeblieft? Ik wou graag 9 plaatsen voor Anne. Mijn schoonouwelaar zijn 50 jaar getrouwd. En dan wouden we graag met z'n allen naar het theater. Geeft u mij er een hoekplaats hierbij voor mijn schoonmoeder? Want mijn schoonmoeder die wordt namelijk wel eens misselijk in het theater, ziet u? En als ze dan op een hoekje zitten, kan ze er meteen uit. Dus ze moet spugen. Kan u mij even aanwijzen op de plattegrond waar we zitten? Zeg je vrouw, we zitten toch niet achter de polaar, hè? Of we achter de polaar zitten? Nee, wat is dan die rode klat op de plattegrond? Centrale verwarming, ga niet door, gooi de hele boel maar naar de andere kant. Dank je lekker, zeg. Dank je heerlijk, zeg. We hebben van tevoren gegeten en gedronken, dan met je volle pens bovenop de centrale verwarming. Hey. Zeg je vrouw, wat zijn er voor plaatsjes daarachteraan op de plattegrond? Loge? Wat is dat, loge? Een aparte bak. Hoeveel kennen erin, in die bak? 9, ga mij de hele bak van u. We zijn precies met z'n 9, dan komen we mooi uit, kunnen we naast elkaar zitten. Oh nee, dat duurt toch maar niet. Want mijn schoonouwe lui, mijn zwager bedoel ik eigenlijk hoor, mijn schoonouwe lui niet zozeer, want die zie ik nooit. Maar mijn zwager, dat is namelijk een Italiaantje. Ja, een gastarbeidertje, die heeft maar 1 oog. Nee, hij heeft wel 2 ogen hoor, maar hij is tijdelijk het gezicht over zijn 1 oog kwijt vanwege een kleine woordenwisseling met zijn patroon. En nou is het vuil van zijn neus en zijn oren dus ogen geslagen. Heb zo'n kop. Hij zit helemaal in de witte gisp met een klein kijkgaatje erin. Heb je ook eerste rij, voorhand, scheerstoel? Heb je dat ook? Wij zijn zo'n meid. Mooie plaatsen, wat kosten die? 10 zoveel of je een emmer leeg gooit, zeg. En wat kosten die plaatsen opzij? Dan 2 zoveel? Waarom is er 8 gulden verschil? Het zijn vlak bij elkaar. Oh, de plaatsen van 2 zoveel, daar zie je niks. Nee, dat moet ik niet hebben. En dan de eerste rij maar. Trouwens, ik zie het is vlak bij de orkestbak. Is meteen makkelijk voor mijn schoonmoeder. Hé? weet je wat is? Die mensen zijn 50 jaar getrouwd en die willen ook wel eens uit. Niet waar? Nou ja, dan zal het een tientje kosten. Dan hebben ze tenminste snip en snap ook nog eens van dichtbij gezien. Hé? Was het u? Is het snip en snap helemaal niet? En dat sting in de krant dat hij zou blijven tot het einde der maand. Oh, het einde der vorige maand. Is hij er helemaal niet, snippensnap? Waar is hij dan, snippensnap? In Enschede? Dat is een end fietsen, hè? Ja, dat is vervelend, zeg. We motten toch uit vanavond, want we hebben het eten al besteld en zo. Wie is er dan bij u in het theater? Oh, die slijmjurk! Geef me dan maar 9 plaatsen van 2 zoveel opzij, hoor. En kijk, dat zeg ik niet omdat ik nou in bed lig. Maar ook privé ben ik heel kalm en niet zo vlot. Ik ben geen roker, geen drinker, seksueel geen uitblinker. Ik denk altijd als het op is, so what? Op het toneel, vooral in bed, ben ik heel rustig. Ik ben niet van dat soort artiesten met veel pep. Zo een van, zet hem op, met een lekkere Beatlekop. Dat is iets wat ik helemaal niet heb. Alleen in bed, ik bedoel, 's nachts ben ik onrustig. Dan droom ik altijd dat ik optreed op het station. In de snerpende kou klinkt de stem van een vrouw uit een luidspreker op het perron. Reizigers voor de richting Amsterdam, instappen alsjeblieft. Reizigers voor de laatste trein richting Amsterdam, instappen.
Zonneveld, Zonneveld, Zonneveld. Wim. Wim. Is er iemand? Ja. Wie is daar? Ik. Uke? Ja. En waar ben Uke dan? Hier. Waarom? Hiero. Ook daaro. En wie bent u? Ik ben Sjaan. Oh, Sjaan Dark? Nee hoor, heel gewoon Sjaan de Wit. Heel gewoon Sjaan de Wit, maar ik kan u helemaal niet zien, Sjaan de Wit. Ik zit in de luidspreker. Nou, als u dat kan, dan toch maar. Dank u wel, en u hebt de trein gemist. Hey, wat jammer, dan kan ik niet naar dat lieflijke bussen. Wat ja, zonde. Maar u mag wel de voorstelling doen op het perron. Hey, vooruit de proloog. Koud hou de deken dan maar om in het laken. Vooruit ja, de proloog. Ja, Sjaan. Een liedje, een sketch, een praatje, Sjaan. Het volle leven op, een blaadje, Sjaan. We zingen en dansen en spelen voor u. En dit alles, Sjaan, ja dit alles, Sjaan. Ja dit alles is de superknetter, hotse keren vuur. Uit, Sjaan. Nee, je bent nog niet klaar. Nu nog een toneelstuk. Een toneelstuk? Welk toneelstuk? Dat toneelstuk in twee bedrijven van De Mannen op de Tram. Maar ik heb helemaal geen requisieten, Sjaan. En kijk eens op het nachtkastje. Verdomd. Oh, sorry. Vooruit, eerste bedrijf. Ja, Sjaan. De dikke man en de dunne man. Ja, Sjaan. Op de tram. De dikke en de dunne op de tram. De dunne man begint. De dunne man begint. Is de cowboyhoed voor de dunne? Ja. Op de tram? Ja. Lijn 1? Lijn 10. Oh, lijn 10, die schudt veel meer. Daar gaan we. Goedemorgen, meneer Dekkerscheijer. Hoe maakt u het? Ik heb u een hele tijd niet op de tram gezien. Bent u ziek geweest? De dikke. Hoe maak ik zo gauw een dikke, Sjaan? Met het kussen. Ja. Ik ben helemaal niet ziek geweest. Want nee, we waren met vakantie in Palma de Mallorca. Was u met vakantie in Palma de Mallorca? En in welk hotel waren jullie, beste meneer Dekkerscheijer? Nou, meneer Dunnebeers, morgens waren we altijd in hetzelfde hotel. Maar we waren over het algemeen waren we in het Las Pinedas Hotel aan de haven, weet u wel? Het Las Pinedas Hotel aan de haven. Hoe kom je erbij om daar naartoe te gaan, man? Je had naar een veel beter hotel moeten gaan. Hoe kom je erbij om naar Las Pinedas te gaan als je voor hetzelfde geld in een veel beter hotel had kunnen zijn? Nou, ik vond wel een fijn hotel. En wat deden jullie zo de hele dag overdag, beste meneer Dekkerscheijer? Nou, zoals ik zei, 's morgens gingen we altijd even op het terras zitten. En daarna gingen we altijd lekker weer op het terras zitten, begrijpt u? Een lekker koel windje was er altijd bij ons op het terras van het hotel. Een lekker koel windje op Mallorca, hè? Je bedoelt zeker een hete wind uit een heet kolenfornuis. Nou, ik vond wel een fijn windje. En hebben jullie nog leuke vrouwtjes gezien? Ja, we hebben wel leuke vrouwtjes gezien, maar meer een soort dat je Amsterdam op de Zeedijk ook ziet. Ja, beste man, dan had je ook maar niet in augustus op vakantie moeten gaan. Als je naar Mallorca gaat, moet je in de maand meegaan, dan gaat het betere publiek uit. Maar enfin, dan ben jij niet vrij. Nee, maar niet kwalijk, ik moet overstappen, maar je bent een enorme kluns om in augustus op vakantie te gaan. Tot ziens, tot ziens. Tot ziens. Nee, de tweede acte nog. Nog een bedrijf? Ja, ja, Dikke Schij stapt ook over op een andere tram. Ja, en ontmoet Langeveld. Ontmoet Langeveld. Langeveld heeft een baard. Langeveld heeft een staart. Nee, een baard. Oh, een baard? Ja, ik heb hier geen oren, dus het zou niet houden. Nee. En een petje. En een petje. En hij begint. En hij begint. Wat is dit voor een type? Nou, een chique man. Een beetje bekakt. Ja. Goedemorgen, meneer Dikke Schij. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe merkt u het? Nog op vakantie geweest? En hoe was het op vakantie? En waar was u op vakantie? Nergens. En nou de finale! Yes, een liedje, een sketch, een beetje toneel. En nu nog de finale tot een ruisend geheel. We zingen en dansen en spelen voor u. En dit alles, Sjaan, ja dit alles, Sjaan. Ja dit alles is de superkletter, hotse keren vuur.
regeltjes beginnen. Toen dacht ik, weet je wat, ik doe het in een bed. Lekker lang uit gaan leggen en rustig je zeggen hoe fijner het is, hoe machtig het is, hoe super geweldig reusachtig het is dat u er weer bent. Na zo'n inspanning gaan de meeste tienersterretjes dan naar huis. Goedenavond. Ik had eerst het hele programma in een bed willen doen. Want ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Enfin, dat weten jullie zelf ook wel. Maar ik dacht, nou, ook al cabaret in bed. Alles gebeurt al in bed tegenwoordig. De meeste films spelen in een bed. De meeste toneelstukken hebben een paar bedscènes. En zo zonder enige fantasie. Zeg, ze laten je podomme tegenwoordig alles maar zien. Hè? Als je denkt, wat krijgen we nou nog te zien, dan krijg je het nog te zien ook. Ik hou meer van de tijd dat er gewerkt werd met symbool in de bioscoop, weet u wel. Close-up van een zoenend paar, close-up van een roos waar de blaadjes vanuit vielen. Mocht je zelf denken wat je wou. Close-up van een stel in bed, close-up van een steigerend paard. En dan zaten alle dames in de zaal te blozen. Ja, dat is er ook niet meer bij, hè, blozen. Weet u wie ook nooit blozen? Beesten. Sorry hoor, dat is mijn droppie. Beesten. Misschien gaan we terug naar de oertijd. Toen leek de mens het meest op het beest. Toen had ook de mens zijn eigen bronsttijd. En dat was allemaal veel makkelijker, jongens. Dat was noodzaak en geen vrije tijdsbesteding, zoals nu. Een korte periode per jaar waarin de dames zich bewust waren van de aanwezigheid van heren. Maar die periode was dan ook een feest. Een feest! Een gedoe, gekletsen, gepoetsen, gezwammen, gehatse flats. En daarna rust. Afgelopen. Uit. Nooit meer dat gevoel van hem, mensen aan het geshop. Nooit meer die verwatering, dat gezeur, dat geboudeer. Ach ja, de tijden veranderen. Ga nou eens op straat kijken. Je ziet toch helemaal geen verschil met tussen jongens en meisjes ook tegenwoordig. Van de week is er in Amsterdam zo'n stel getrouwd, zeg. Hebben ze toch in de huwelijksnacht pas ontdekt dat de jongen een meisje was? Ja, gelukkig ontdekten ze tegelijkertijd dat het meisje een jongen was, dus het kwam wel weer goed. Maar ik bedoel maar. Enfin, ik ben niet gekomen om een oplossing te vinden voor uw seksuele nood. Maar ik ben gekomen om uw aandacht te vragen voor mijn artistieke wederhelft, Ina van Vaassen. Want dit is niet alleen een one-man show, het is niet alleen een Willem show, het is ook een Ina show. De show heet dan ook de Willemina show. En Ina van Vaassen, u kent haar allemaal. Ina van Vaassen komt van het grote toneel. Ze heeft grote rollen gespeeld bij de grote kunst. En dit is de eerste keer in de geschiedenis van het Nederlands theaterleven dat een grote actrice naar de kleine kunst komt. U begrijpt dus wat ik allemaal heb moeten doen. Wat ik allemaal heb moeten beloven. Om de handtekening van Ina onder het contract te krijgen. Want het is vanavond de 626e voorstelling. En we gaan door tot het eind van dit jaar. Het worden minstens 900 voorstellingen. En dat zeg ik nou echt niet om u te laten merken hoe hard wij werken. Want u werkt misschien ook wel hard. Dat weet ik niet. Ik zeg het alleen maar om u een idee te geven hoe belangrijk het is dat Ina straks een fijne opkomst heeft. Want de opkomst op het toneel is minstens zo belangrijk als de afgang. En nu zou ik u willen vragen, als ik u nog even in de reden mag vallen, hoe krijg ik Ina van Vaassen op het toneel? Dan zult u zeggen, douwen, meneer Sonneveld. Maar een actrice kun je niet douwen. Rita Corita kun je een douw geven. Oh ja, die maakt er wel wat leuks van, maar Ina is geen douwtype. Ik kan Ina ook niet laten optreden direct als het doek open gaat, want u ziet er, dan komen er hier en daar nog mensen binnen, dus dat zijn van die rotkarweitjes, die doe je als kleine zelfstandige zelf. En had ik nou een grote revue, dan zou ik een enorme grote bonbondoos laten maken. Die zou ik vanmiddag laten capitoneren met zij en fluweel en strik en linten. Die bonbondoos die zou ik laten opengaan. En dan zou ik dan eerst 24 beeldschoon een beetje zwoele meiden uit laten komen. U kent dat soort meiden wel van Mien, hou je man vast. 24 beeldschone revuegirls met lange benen tot... En die 24 beeldschone meiden zou ik dan laten zingen. Wij zijn bonbons, fijne bonbons. 1,25 per ons. Nou ja, ik zing maar wat hoor. Bonbons voor kerstmis en Pasen. Maar de fijnste bonbon, de allerfijnste bonbon. Tjik tjik boom.
is Ina van Vesse. Maar dat is een lekkere opkomst. Want dan zitten jullie allemaal al te denken, wie zou die fijnste bonbon wel wezen? En dat is dan Ina Vesse, maar ik heb geen revue. Ik heb geen 24 meiden. Nou ja, die heb ik wel, maar die kan ik niet laten zien. Dus die bonbondoos, die zou hier vanavond staan, die zou opengaan. Wie moet er het eerst uitkomen? Ik. En dan moet ik in mijn eentje voor jullie gaan staan zingen. Ik ben een bonbon, een fijne bonbon, 1,35. Ik sla meteen een duppie op. Nou, dan loop je kans dat ze in de zaal gaan zeggen, maar nou krijgt hij verbeelding. En het gaat er ook niet om dat ik geen bonbon kan spelen. En het gaat er helemaal niet om dat ik geen bonbon wil spelen, want ik doe alles voor mijn vak, dat weet u wel. Als ik een bonbon moet spelen, speel ik een bonbon. Dan moet ik me helemaal insmeren met chocola. Dan moet ik me helemaal insmeren met chocola, opvullen met fondant, mijn hoofd in het zilverpapier en een noot in mijn navel. Ik speel een bonbon. Maar daarom ben ik nog geen fijne bonbon. 24 mooie meiden, we makkelijk zingen. Wij zijn fijne bonbon, chique chique boom. Trouwens, waar haal ik de chique boom vandaan? Goed, laten we eroverheen stappen. Ik ben dus uit die bonbondoos gekomen. Wie komt er nog meer uit? Ina van Vaassen. Dan zitten er dus vanavond maar 2 bonbons in die doos. Nou, dan loop je kans dat ze in de zaal gaan zeggen, nou zeg, de fijnste hadden ze er zeker al uitgegeten. En dan zijn wij die 2 bonbons die iedereen altijd laat liggen, weet u wel, in zo'n grote doos. Ik die keiharde met Noga. En Ina de rumboon waar het sap uitgelopen is. Dus dat kan ook niet. Nou heeft... Is Ina daar? Is Mina daar? Mina, hou Ina even tegen. Ik wou even iets aardigs van haar zeggen. Dit deed ik als kind ook al. Als ik vroeger wou dat ze naar me luisterde, deed ik altijd zo. Niet wetende dat je daar later nog een lekker centje mee kon verdienen. Nou heeft Ina... Is het er echt niet, Jan? Nou heeft Ina van Vaas... Nou heeft Ina van Vaas eens tegen mij gezegd. Het fijnste in jouw vak, zei Ina, lijkt mij dat de mensen je direct herkennen. Ze zei, wat moet dat heerlijk zijn als je op het toneel verschijnt en zo'n hele zaal gaat ineens je naam fluisteren. Ina van Vaas, Ina van Vaas, Ina van Vaas. Ina van Vaas, Ina van Vaas, Ina van Vaas. Ze zei, Wim, zei ze, dat moet gewoon de fijnste opkomst zijn als je verschijnt. En zo'n hele zaal begint dan, Ina van Vaas, Ina van Vaas, Ina van Vaas. Dat zou Ina de fijnste opkomst vinden. En dan wou ik jullie wat vragen. Luister, doe mij een lol. Laten we het kort maken, hè. Doe mij een lol. Als Ina straks verschijnt, eerst even applaudisseren. Niet te lang, want ze moet ook kunnen zien wie de baas is. Dat is een onzin. Laten we zeggen, 5 tellen applaus. En daarna barsten jullie allemaal los in... Zeg, zou je dat willen doen? Ja? Zullen we het dan even repeteren? Als ik ja zeg, 5 tellen applaus en direct eroverheen. En duidelijk met een A, niet alleen de poes roepen, pss, pss, maar duidelijk van Vaassen. Dan gaan we, ja! 1, 2, 3, 4, 5. Nee, maar dat is verrekte leuk hoor. Alleen er zit een kleine brommer in de zaal, ik weet niet precies wie dat doet. Daarom wou ik even de dames apart doornemen. Meisjes. Meisjes, Wim gaat jullie even apart doornemen. Als ik ja zeg, 5 tellen applaus en dan fluister. Dan gaan we ja. 1, 2, 3, 4. Zie je, weet je waarom vrouwen dat veel beter doen dan mannen? Vrouwen roddelen natuurlijk beter dan wij, hè? Even de heel alleen, jongens. Ja! 1, 2, 3, 4, 5, hoor! Gisteravond was het aan de voetbalwedstrijd, nou is het ineens een processie. Ik zie daar gewoon een paar heren zeggen, Ina van Vaassen, ja. Ina van Vaassen, bid voor ons. Ina van Vaassen. Is het er echt niet? Luister eens, ik heb nog een paar geluiden. U zult zien, u krijgt een geweldige voorstelling als u doet wat ik zeg, hè. Zodra Ina verschenen is, direct weer naar mij kijken, hè. En als jullie mij dan zo zien doen, allemaal zeggen, ah. Ja? Leuk hoor. En dit? Nee, 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 nee. Dat is een schandalig hoor. Dat mag niet. Het moet een bewonderende oor zijn. Ah.
Nog even allemaal. Oh. Mijn vader zou zeggen, hoe krijg je ze weer zo gek, hè? Nou, nog een geluid voor de heren. U kijkt maar naar het plafond, ziet voor uw vrouw niet weten wel. Mm. Ja, heren, plafond. Mm. En dan hebben we nog één geluid, dat is een beetje ordinair. Maar ja, we zijn toch bij de KRO, hè, kan ons schelen. Op een gegeven moment kan het zo heet lopen dat ik zou willen dat jullie allemaal dit deden. Is ze daar? Ja, daar komt ze. Leuk, hè? Ja. Ah. Heren, plafond. Mm. Leuk. Niet gezellig. Vaasenaars wel genoeg, hoor. Ja, hoor. Ik ben ook zo blij met deze ontvangst. Wat geweldig aardig. Heb je het gehoord, Wim? Ja, ja, ze ja. Fluisterde mijn naam. Ik hoorde direct je naam, ja. Zomaar uit zichzelf? Natuurlijk, ze kennen je toch van radio en tv. Ja, maar natuurlijk. Goed, het gaat vanavond toch tenslotte om jou. Hoe bedoel je, het gaat vanavond om mij? Ja? Het gaat elke avond om mij, sorry. Ja, dat bedoel ik natuurlijk ook. Het gaat altijd om jou. Natuurlijk, het gaat, nou ja, het gaat ook wel eens een tikkie om jou, het gaat hoor. Maar pizzie om mij. Ga maar pizzie nee, om mij. Nee, ik sta je te belazen. Het gaat evenveel om jou als om mij. Het is niet waar, het is jouw show en jij bent de spil. De wat? De spil. De spil? Ja. De spil? Ja. Waarvan? Van het spul. Oh, van het spul. Wat kan je nou niet allemaal? Je confereert en je zingt en je danst en je mimt. Je maakt me nog niet zo verlegen waar de mensen bij zijn. Doe me zo jij kan alles. Hè? Jij kan alles. Maak me nou niet zo verlegen. En doe nou niet zo bescheiden. Je kan toch ook alles? Nou ja, dat weten zij ook wel, maar zeg dat nou niet zo hard, hoor. Ja, goed, maar het is voor mij een beetje moeilijk, hoor. Want wie kijkt er nou nog naar mij? Oh, uit zichzelf, ja. Je bent er zo geliefd en zo bekend bij de mensen dat het heel moeilijk is voor mij om samen met jou op het toneel te staan. En meen je dat nou? Vrees, zal ik nee, alsjeblieft niet, want dat maakt het nog moeilijker. Ik bedoel, ik heb er vrede mee, ik weet ja, dat, ik natuurlijk. Vrede, ja, ja, ik wil ook helemaal niet opvallen of zo, hoor. Weet je wat ik doe? Vooral niet de aandacht te trekken. Nou? Ga gewoon met mijn rug naar de zaal. Nou, dat hoeft echt niet, hoor, met je. Ik ben maar een opvullertje. Och, doe je dat met je grote talent? Ja. Ah? Ik zal zo blij zijn als ik in jouw show maar een paar woordjes mag zeggen. Zal ik even weggaan? Oh, doorgaan. Nou, als ik bijvoorbeeld alleen maar mag zeggen, dames en heren, ik vraag uw aandacht voor. Dan ben ik al zo gelukkig. Ja. Succes. Ja. Als ik maar mee mag werken aan jouw succes. Ben ik zo blij dat ik er ook. En het blijste ben ik als ik mag zeggen, dames en heren, wij bieden u. Oh, daar gaat ie. Ja. Zeg van Vaassen, maak er nog geen rotzooi van, hè? Dat is toch keurig? Nee, nee, zo liggen de zaken niet. Ah, maar ja. Weet je wat ik zeg? Nou? Hoepla! Ach, als jij eens wist hoe ik benijd word door mijn collega's. Ja, dat wil ik wel geloven. Ellen Vogel zou willen dat ze dat ook nog kon. Huh? Alleen maar omdat ik naast jou mag staan, simpeltjes weg zonder iets te doen of de aandacht te trekken of zo. Hè, wat doe je nou allemaal? Verdikke, maar wat doe je nou? Hè? Banketbakken. En ik hoef helemaal geen solo's of zo. Alle aandacht moet voor jou zijn. En zo hoort het ook, zo hoort het ook. Alsjeblieft. Laat me nou kijken. Ik zal zo blij zijn als de mensen na afloop van de voorstelling zullen zeggen. Het grote succes van deze avond was natuurlijk voor Wim Sonneveld. De man voor wie maar gekomen was, omdat het zijn show was. Ja. Marina van Vaas zag toch nog kans om ook de aandacht te trekken. Ja. Ja, wat moet je daar nou van zeggen, hè? Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, de vrouw is een raadsel. Maar dat is al zo vaak gezegd en intussen is het toch maar zo. De vrouw is een raadsel. Zelfs grammaticaal is de vrouw een raadsel. Kijkt u maar in het woordenboek. De mens is mannelijk. Behalve als het onzijdig is. Dat mens is altijd een vrouw. Vrouwen, zeg ik altijd, zijn als automobielen. Er zijn duizenden modellen. Het ranke sportsmodel, dat benzine suipt. De ongenaakbare Rolls Royce. En het oude trouwe deusje Footje.
Dat altijd klaar staat en dat een hele huwelijk lang meegaat. En dat wil heel wat zeggen, hè, dames? Want mannen zijn geen raadsels, hè, dames? Mannen zijn vervelende kleren, hè? Mijn tante Jo van Ome Henk zei altijd, het huwelijk is om te zeuren. Ja, daar had ze gelijk. Als Ome Henk 's morgens opstond, dan ging hij naast zijn bed staan en dan begon hij meteen al. Hè, ik voel me de laatste tijd helemaal niet goed. En dan zei zijn deurchauffeurtje, o ja? En dan zei hij, nee joh, ik voel me in de laatste tijd helemaal niet goed. En dan zei zijn deurchauffeurtje weer, nou Henk, dan moet je eens naar een dokter gaan. En dan zei hij, nee, hij wou helemaal niet naar de dokter, hij wou zeuren. Tegen haar, want er is ze voor, hè dames. Hij kan er niet de straat oplopen tegen de eerste de beste agent zeggen, agent, ik voel me in de laatste tijd helemaal niet goed. Dan zou zo'n agent zeggen, oprotten. Oh, de meeste mannen zijn zo hulpeloos zonder vrouwen. Een vriend van mij stond van de week onder de douche met zijn paraplu op. Zijn vrouw komt binnen, die zegt, wat doe je nou? Toen zei hij, ja, dat zijn geen handdoeken. Nee, het moet een vrouw zijn, maar een goeie. Maar ze zijn niet allemaal goed, hoor. Kijk maar eens naar zo'n politicus met zo'n lobbeskop. Zo'n goeierd, weet u wel, waar je van denkt, nou, daar stemmen we maar eens op de volgende keer. Ja, ja, als dan zijn bek open gaat, dan denk je, hey. Maar als je hem dan ziet op een foto met zijn vrouw, dan denk je, oh, vandaar. En kennen jullie dit soort vrouwen? Met een plissé-nek en een hondenkop. Zo een die de hele dag bij zichzelf staat te denken, zo, je bent met me getrouwd en dan zou je het weten ook. Zo'n vrouw is altijd getrouwd met een groot zakenman die nooit thuis is. Die is altijd in Londen of in Parijs of in Wenen. En als hij dan thuis komt, dan staat ze alweer op Schiphol met haar hondenkop. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Als hij niets heeft meegebracht, zegt zij altijd zo. Heb je niks meegebracht? En als hij wel wat heeft meegebracht, zegt ze zo. Heb je wat meegebracht? Je hebt zeker wat goed te maken. En dan wil hij het goed maken en dan gaat hij thuis onder het eten zijn zoontje voeren. En dan kan zij wat anders doen. En dan zegt hij tegen zijn zoontje, mondje open. En dan zegt het jochie. Mondje open. Wat doe je? Ik zucht. Ik laat een Chinees doodgaan. Wat is dat voor flauwekul? Nou, ze zeiden gisteren op de televisie, dat zijn zoveel Chinezen. Elke zucht gaat er één dood. Nou, laat ik er af en toe maar eens één dood gaan. Die lekkere peultjes met gehakt, zo zeg ik tot mijn zoon. Ik weet een kind dat daarnaar snakt, altijd op deze toon. Open je mondje, papi wordt kwaad. Straks ben je ziek en dan is het laat. Ik ken een jongen, ik zeg niet hoe die heet, die altijd keurig zijn bordje leeg eet. Wie zou dat zijn, wie zou dat zijn? Precies, precies, je buurjongen Henkie de Vries. Het is voor je best wil, jongen, geloof me nou. Het is niet voor mij, ik zeg het voor jou. Nou ben je op het gymnasium, en nou heb je dus die kans. En wat is nou het resultaat? Alweer een 3 voor Frans. Wees nou toch blij dat je leren mag, in plaats van te lummelen de hele dag. Straks blijf je verdomme zitten en dan is het laat. Ik ken een jongen die wel overgaat. Wie zou dat zijn, wie zou dat zijn? Precies, precies, je buurjongen Henkie de Vries. Het is voor je best wil, jongen, geloof me nou. Het is niet voor mij, ik zeg het voor jou. En als ik 68 ben, dan zegt die zoon van mij, vader, ik weet een bejaarde te huis, het ligt op de mokerhei. Je kunt immers niet bij ons in huis, en het is toch zo fijn, bejaarde te huis. Doe het maar gauw, pa, anders is het laat. Ik ken een meneer die er ook heen gaat. Wie zou dat zijn, wie zou dat zijn? Precies, pa, precies, de vader van Henkie de Vries. Het is voor je best wil, pa, geloof me nou. Het is niet voor mij, ik zeg het voor jou. Ik zeg het voor jou. Ik heb een
geweldig leuk idee. Ja? Ken jij Anna stond te wachten? Nee. Anna stond te wachten op haar man. 'S Nachts om 12 uur kwam de smeerlap aan. Ja. Goedenavond, Anna. Goedenavond, Jan. Waar ben jij zo lang gebleven? Komt er niet op aan? Ja, nou weet ik Als we het dat nou eens voor dit publiek gingen spelen in verschillende stijlen. Hoe bedoel je? Ik bedoel, zoals Shakespeare dat geschreven zou hebben. Ja. En Vondel en Heijermans. Oh, dat vind ik een enig idee. Dolgraag. Zeg, speel jij alle Anna's? Ja, goed. Speel ik alle Jans? Goed. Daar ligt een oud tafelkleed op de grond. Dus niet het vloerkleed dat op de tafel ligt, maar het tafelkleed op de grond moet je nemen. En dan moet je alle Jans mee uitbeelden. Goed, ja, alle Anna's dan. Hè? Alle Anna's bedoel ik. Dan moet ik alles mee uitbeelden. Ja, mag ik wel mijn jurk aanhouden? Ja, je moet je jurk zelfs aanhouden, want ik doe alles met een oude hoed en dat zou te gek worden. Hè? Met wie wil je beginnen? Vondel. Ja. Dames en heren, van Joost van den Vondel. Anna stond te wachten op haar man. 'S Nachts om 12 uur kwam de smeerlap aan. Het stuk is getiteld Anna in ballingschap. Zo wacht ik hier bereid al meer dan 20 uren. Mij valt het wachten zwaar, ik kan het niet verduren. Mij maalt één zin door het hoofd die ik niet kwijten kan. Eén zin slechts, Anna staat te wachten op haar man. Daar slaat er iets de klok van het slot der vrome nonnen. Is het middernacht uur ten tweede maal begonnen. Godlof, ik hoor zijn paard, daar is mijn heerschap dan. Een goedenavond, Annelie. Een goedenavond, Jan. Waar zijt gij, bid ik u, toch al die tijd gebleven? Een misselijk voorgevoel doet mij het lichaam beven. Mijn haar staat overeind. Ik bid u, heer, kom aan. Spreek het verlossend woord. Vrouwen. Vrouwen. Dan komt er niet. Op aan. Een modern Amerikaans gangsterdrama, Anne from Brooklyn. Hi, Anne. Bert. Ben je naar huis, meid? Ik sta te wachten op mijn man. Nou, dan ga ik maar zo lang. Hè. Zo lang. Bert. 12 uur. Hie. Ja hoor, daar komt de smeerlap aan. Waar ben je zo lang gebleven? Komt er die op aan? Ja. Een Russisch drama à la Tsjechov, Anna Stipenchikova. Wachten. Hoe lang nog? Al 10 jaar. 10 jaar van wachten. Wachten op Ivan. Alweer 12 uur. Zou hij daar werkelijk? Ja, Ivan. Goedenavond, Anna Stipenchikova. Goedenavond, Ivan Protopopov. Neem plaats. Ivan. Ja, Anna. Mank geworden? Nee. Van hout geworden. Waar ben je zo lang gebleven? Ja, waar ben ik zo lang gebleven? Toen ik hier wegging, 10 jaar geleden... Herinner je je nog, Anna? Ja, Ivan, als de dag van gisteren. Ach, wat heb je toch een geheugen, Anna. We zaten hier bij het open vuur. Er werd aan de deur geklopt. Ik stond op.
Kun je dat? Nee, Iwani Wanu Wini Wuni Wini Wich. Dat deed je vroeger ook al. Toen noemde je al een kleine heks. En nu zeggen ze in de herberg dat je een heks bent. Oh. Heks! Oh. Maar Iwan, waar ga je nu weer naartoe? Dan kom ik er niet meer op aan. Mag ik even mijn salaris oprapen? Want zo blijft u dan maar naar kijken, hè, naar dat geld. En tot slot onze eigen Herman Heijermans op hoop van Jan. Ik heb zorg om Jan. Want die heeft me al wat door zijn keel gehad gejaagd. Ja, ik heb zelf in mijn jeugd met een vader die dronk niet veel vreugde om me heen gehad. Maar Jan slaat alles. Mijn ook als hij thuis komt. 12 uur, ja hoor, daar komt de smeerlap weer aan. Goedenavond, Jan. Waar ben je zo lang gebleven? Nee, je komt er niet op aan. Kunnen we zelf ook nog eens lachen? Nou, we gaan serieus voorwaarts. Ik wou me even verkleden. Wil jij me even helpen? Ja. Ja? Helpen? Ja. Nou, en Hully dan? Dat wou ik jou eens vragen. Zou je Hully even bezig willen houden? Oh, dat bedoel je? Ja. In mijn eentje? Ja. Maar dat heb ik nog zo weinig gedaan. Ga dan toch weg. Je staat 16 jaar voor de camera's en op het toneel. Maar altijd in een toneelstuk en dat is toch heel wat anders. Kom je daar nou bij? Nou ja, wat is het verschil dan? Ja, in een toneelstuk dan heb je zo weinig met de mensen in de zaal te maken. Oh ja, dat is waar. Jullie mogen nooit iets in de zaal zeggen, hè? Nee. Nooit iets roepen ook? Nee. Oh, in mijn vak moet je alles de zaal in doen. Alles. Nee, in een toneelstuk niet. Dan doe je altijd net alsof hier een muur is. Nou ja, dan doen jullie alles tegen de muur. Dat blijft passief. Luister nog toch. Kijk, op de toneelschool zei ze al tegen me. Kijk, Ina, zei ze. Hè? Zei ze Ina Ja. Je moet altijd net doen alsof het publiek niet bestaat. Hoe bestaat het, zeg? Ja. Nou, kijk de zaal eens in. Ja, ik zie nou dat ze bestaan, ja. Ik vind het erg leuk. Vind je het leuk? Ja, natuurlijk vind ik het eng. Nou, als je het leuk vindt, laat ik je even alleen met ze. Oh. Vind je het eng? Ja. Ben je bang? Ja. Ben je bang voor het publiek? Ja. Ben je bang voor ze? Ja. Ah, meid, ze hebben al lang betaald, ook in jouw zin. Ja, schattelijk. Ja. Nou, toch is het echt waar, hoor, wat ik daarnet zei. Ik heb altijd geleerd om me niks aan te trekken van de mensen in de zaal. Nou ja, ik bedoel, ik heb nog nooit tegen u gepraat. Zo, regelrecht. Nou, goedenavond allemaal. Ja. Ik vind het vreselijk leuk hoor, om zo te praten. Ik wou het ook altijd heel graag, maar ik mocht het nooit. Nou, je begrijpt ook wel waarom niet. Hè? Stel je voor dat je in een toneelstuk, midden in een grote dramatische scène, opeens zou zeggen, ach mevrouw, huilt u me niet, hoort het allemaal goed af. Dat kan natuurlijk niet. Het gebeurde ook wel eens dat er iemand in de zaal iets zei. Maar daar mocht ik nooit op reageren. Oh, ik herinner me nog heel goed dat ik een keer in een toneelstuk een glas whisky moest drinken. En dat toen een mevrouw op de eerste rij tegen haar man zei, koude thee. Nou, dat is moeilijk hoor. Ja, want je kunt niet zeggen, ja mevrouw, ik had ook liever echte whisky. Ja. Op het toneel is whisky nou helemaal altijd gewoon water. Fruit bijvoorbeeld, fruit op het toneel is altijd van plastic. Nou ja, behalve natuurlijk dat ene appeltje dat je moet opeten. En dat is dan nog meestal een kneusje. Een boek dat je op het toneel moet lezen, er staat nooit wat in. Er staat natuurlijk wel wat in, maar iets heel anders. Een gedichtenbundel is meestal een catalogus van een meubelfabriek of zoiets. In de Drie Zusters bijvoorbeeld. Dat is een stuk dat ik echt heb gespeeld, ook voor de televisie. Nou, las ik voor uit een boek. In een bocht van de zee staat een groene eik. Een gouden ketting hangt om zijn stam. En weet wat er stond op die pagina? Dokter, kijk eens naar mijn kindje. Ja. En toch is het eigenlijk het geweldige van het toneel, vindt u niet? Het is niet echt. Hè, dat weten we allemaal, het is niet echt. En toch wordt het echt.
De ham op het toneel is altijd van hout. De krant op het toneel is altijd heel oud. En de wijn is altijd limonade. De revolver is nooit echt geladen. Maar krijg ik een schitterend boeket van papier van Ko van Dijk, want hij speelt de bankier. Dan ben ik gelukkig en blij. En u zegt, kijk, dat is geluk. Dat geluk is heel echt. Het geld op toneel is geen sikkebit waard. Een elektrische lamp is het vuur in de hart. Het bed is een plank met een deken. De paus en de deken zijn leken. Maar laat Ton van Duinhoven mij in de steek. Want hij speelt mijn minnaar, dan word ik heel bleek. Heel bleek en verdrietig en triest. En u zegt, kijk, dat is verdriet. Dat verdriet is heel echt. De trap op toneel gaat nooit ergens heen. De vaas die kapot moet is ook nooit van steen. Je mag nooit een collega vermoorden. Een brief is papier zonder woorden. Maar als ik een klap krijg van Ank van der Moer, want Ank van der Moer speelt de andere hoer, dan vlieg ik haar gillend in het haar. En u zegt, kijk, dat is nou woede. Die woede is echt. De zon op toneel is maar 500 watt. De regen is droog en de sneeuw is nooit nat. De maan hangt altijd aan een draadje. Het prachtige uitzicht is naadje. Maar als ik Guus Hermes aan het eind van het stuk een nepzoen geef en ik huil van geluk, dan biggelt een traan langs mijn wang. En u zegt, kijk, dat zijn nou tranen. Die tranen zijn echt. Dan ga ik naar huis, waar mijn man wacht, die zegt, zeg, wil je een borrel? En die is dan echt, echt. Een moeder is altijd een wilde, maar de mijn is buitengewoon. Ze heeft me gemaakt en ze zegt ook, een parel ben jij om een kroon. Die lieverd, ze stond er alleen voor, mijn vader die ging er vandoor. Toen ik nog heel klein was, maar later gaf ma haar verklaring daarvoor. Nooit zal ik die avond vergeten, haar fijn heeft ze me uitgelegd. Wat vader precies van haar wilde, hoe dierlijk dat was en hoe slecht. Ze zei, jongen, dat seksuele gedoe is zo vettig, geen vrouw weet dat beter dan ik. Laat je mam je daarvoor bewaren. O, het was een gewijd ogenblik. Met het licht op haar beeldige kapsel, ik voelde me bijna de voet. Iets zei mij, zij zal je geleiden. En ik legde mijn hoofd in haar schoot. Daarom blijf ik altijd bij moeder. Bij moeder die edele schaat. Ik zou nooit zijn geweest wat ik nu ben, als ik moedertje niet had gehad. De jongens op school waren vreselijk, zo wild, maar mijn moeder die zei, zo goud kan, lieve jongen, kom jij in de parfumeriezaak bij mij. Een goede vriend van mijn moeder, een dokter, heeft me toen voor de dienst afgekeurd. Oh, als ik denk aan die ruwe soldaten, wat er toen met me kon zijn gebeurd. Toen het oorlog werd, zei ma die slimmerd, jongen, met jou nemen we geen enkel risico. En mijn moeder maakte voor mij een stel jurken. Heel simpel en keurig en oh, we leken wel zusters. En één keer riep een Duits officier, liepling tegen mij. Ja, dat was geestig, wat hebben we samen gegierd. Vaak als we zo stil bij elkaar zijn, zegt ze nog, jongen, wat was je elegant. Dan geef ik die lieverd een pakkerd en we zitten heel lang hand in hand. Daarom blijf ik altijd bij moeder, die lieve begrijpende schat. Ook zou nooit zijn geweest wat ik nu ben, als ik moedertje niet had gehad. Mijn moeder is reuze godsdienstig. Eens in de twee weken komt er een heer van Oosterse wijsheid vertellen. En dan maak ik met wier ook wat sfeer. Laatst ook nog, toen bracht er iemand een keurig mevrouwtje.
een weduwe mee naar ons huis. Sindsdien liep ze vaak even aan, hè. Vorige week ook nog, mama was niet thuis. Oh, ze lachte zo vreemd. En toen greep ze me plotseling beet. Maar ik zei, hè, dat vindt ma vast niet leuk, hoor. Hou nou eens op met je moeder, zei zij. Toen zei ik tegen haar, heb jij iets tegen mijn moeder? Toen zei ze, je moeder? Nee, zeg. Ze moest er enkel verzuipen, dat is alles. En toen liep ze weg. Sindsdien heb ik akelige dromen. Ik ben reuze nerveus. Moeder vindt, je moet voortaan maar niemand meer zien, schat. Ik moet zuinig op jou zijn, hoor, lieve kind. Daarom zie ik enkel nog moeder, die lief opofferende schat. Oh, ik zou nooit zijn geweest wat ik nu ben, als ik moedertje niet had gehad. We zijn gelijk, we zijn gestoken in dezelfde vlot te pakken. Kijk, precies gelijk, dezelfde knopen, dezelfde naad, dezelfde zakken. En ook precies dezelfde voering, is dat niet ontzettend chic? Nou ja, ze zijn dan ook afkomstig uit dezelfde boutique. Daarom zeggen alle mensen als we wandelen door de wijk, kijk, 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 ze zijn gelijk. Inderdaad, we zijn gelijk. Die mensen hebben groot gelijk. We zijn gelijk en we beleven dat intens. Dat idioot onderscheid is nou toch werkelijk uit de tijd. We zijn geen man, we zijn geen vrouw, voortaan zijn we alleen maar mens. Ik heb een vrouwelijke kant, maar ook een mannelijke kant. Naar de moderne wetenschap ons heeft geleerd. En iedere man in Nederland heeft ook een vrouwelijke kant. Het is niet nodig dat hij zich daarvoor geneert. Een vrouw was vroeger zacht en teer. Gelukkig hoeft dat nou niet meer. En daarom ben ik vaak een beetje resoluut. En dat is dan voor mij het zijn dat ik mag pruilen, dat is fijn. En met mijn vuistje stompend zeg ik, ha, bruut. Ontstemd verlaat ik dan het huis en kom daarna met bloemen thuis. En als de dag erop de wonden zijn geheeld, dan doen we hetzelfde andersom. Zo vliegt de tijd gewoon weg om. En er is weinig kans dat iemand zich verveelt. Kijk, we zijn gelijk. We moeten allebei om de beurt het huis opruimen. Kijk, precies gelijk. We mogen allebei vloeken, krabben, snurken, pruimen. Ik ben verleidelijk en wuls of hard en stoer. Nou willekeur. Ik ga naar binnen waar ik wil, al staat er dames op de deur. Ach, ons leven is zo boeiend, zo afwisselend en rijk. Want kijk, kijk, we zijn gelijk. U zal wel zeggen, klets, maar anders zijn toch dingen waar een man niet toe in staat is, ook al wil hij nog zo graag. En er zijn dingen waar een vrouw niet toe in staat is door haar bouw. Jawel, dat denkt u, maar dat is nog maar de vraag. Het blijft au fond toch heel verkeerd dat er geen vrouw is die zich scheert, al zou ze het ook alleen maar doen voor het gebaar. Dus dames, wees u eens galant, neem ook het scheermes eens ter hand. Als we het geregeld doen, dan komt er wel wat haar. Ik vraag u, waarom moet een heer toch steeds opnieuw en telkens weer zijn plaatsje afstaan aan zijn vrouwtje in de tram? Kom dames, wees u sportief, ze zijn voor ons toch ook zo lief. Dus geef uw plaatsje in de tram een keer aan hem. En heeft er iemand commentaar, zo van wat doen die mensen raar? Want ach, je weet hoe gauw men iets bespottelijk vindt. Dan zegt u enkel, ach meneer, u bent een ongelikte beer. Maar als u het weten wil, mijn man verwacht een kind. Kijk, we zijn gelijk. En daarom moeten wij elkanders lot verlichten. Kijk, precies gelijk. Gelijke rechten scheppen ook gelijke plichten. De vrouw heeft lang genoeg de lasten van het moederschap getorst. En bovendien, een man wil ook wel eens een baby aan de borst. Als je werkelijk niets wil, dan ligt dat binnen je bereik. Want kijk, kijk. We zijn gelijk, precies gelijk. En kijk, kijk, we zijn gelijk. Ik kan niet meer, man. Ik heb zere voeten.
Mijn dochtertje is vandaag getrouwd. En dat vieren we. Ze is pas 21, ja, ze trouwen vroeg tegenwoordig. Kijk, hier heb ik nog een fotootje van mijn dochtertje. Dat is anderhalf jaar terug. Oorspronkelijk zat er nog een knul aan mijn dochter vast, maar die heb ik ervan afgeknipt. Want het was een bevlieging van zeer tijdelijke aard. En waarom zou je dan nog met zo'n snotneus op je borst blijven rondlopen? Niet waar? Dat heeft geen betekenis, dus ik nam een schaar en knip, knip. Daar lag Pim. Verdomd, hij heette Pim. Als een meid getrouwd is, dan houdt zo'n meid ineens op met kind te wezen. En dan is zo'n meid ineens een mens geworden. En als je als vader zijnde, zonder te veel narigheid, je dochtertje hebt opgekweekt tot mens, dan mag je als vader wel even op die mijlpaal plaatsnemen. Een zucht van verlichting slaken en een saffie opsteken. Want wat is een kind? Ik zeg een kind. Je staat er borg voor. Als het kind iets overkomt, is het jouw schuld. Altijd. Want als opvoeder falen we. Trouwens, wat is een opvoeder? Een opvoeder is een stakker die in het duister tast. Mijn vader, hij rustte in vrede. Maar mijn vader was een man met een paar harde handen. Die legde heus niet zijn oor op je zieltje te luisteren. Een hengst voor je hartjes kon je krijgen. En zo ben ik dan opgegroeid tot iemand met vrije levensprincipes. Multatuli heb al gezegd, kind, als ik me erop voorsta dat ik je vader ben, spuw mij dan in mijn gelaat. En daar had Multatuli gelijk in. Toen het puntje bij paaltje kwam, had Multatuli zijn eigen zoontje aardig verprutst. Maar ja, op papier wist hij het wijs te zeggen en daar gaat het maar om met dat soort lui, niet waar? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn dochtertje vrij opgevoed. Niet als een boeman, maar als een vriend. Als een gelijke. En dan moet ik jullie toch eens wat zeggen over die moderne opvoeding. Ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden. En zo'n modern kind vertelt je alles en doet nooit wat je zegt. In het begin is dat nog geen doodwond, maar ja, zo'n meid groeit op en dan komen de jongens. De natuur moet zijn loop hebben. Dat kan ik billiken. Ik weet het nog goed, ze was 14, toen komt ze thuis met een knul van 18. Oh, ik zag het zo. Een gluiperd van het zuiverste water. Een Harry. Ik droom nog wel eens van hem als ik zwaar getafeld heb. Maar ja, wat doe je in de moderne opvoeding? Je zegt niet tegen je eigen dochtertje, meid, ga uit mijn ogen met dat stuk verdriet. Maar je haalt de kwal binnen of het Sinterklaas is. Oh, die Harry, hij was er altijd. En hij moest ook altijd mee eten. En dan was hij zo gedienstig, weet je wel, zo glijrig. Hij kon alles zo lekker aangeven. Het zout en de jus en de aardappels. Ik dacht, als dat mijn schoonzoon moet worden, dan verhang ik me op een mooie zondagmorgen in het Amsterdamse bos. Maar in het begin heb je nog enige invloed, want dan gaat zo'n meid aan je vragen, pa, hoe vind je Harry? En ik, heel link. Ik begon Harry te prijzen. Ik prees hem regelrecht het graf in. Dat hij zo gedienstig was en dat hij alles zo lekker kon aangeven. En zo zaagde ik indirect de poten onder zijn stoel vandaan. Binnen een maand had ik hem plat. Dag Harry. Maar ja, Harry gaat, Piet komt. Piet gaat, Kees komt. Kees gaat, Nicky komt. En allemaal mee eten. Oh, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ja, je denkt ook bij je eigen rekken en erbij blijven. Als ze vandaag en morgen getrouwd is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan kan ik er ook niks meer aan doen. Nou, en dat heb ik dan vandaag bereikt. Die knul waarmee ze vanmorgen naar het stadhuis gegaan is, het is geen kwaaie jongen hoor.
Beetje een suffert. Hij helpt bij het afwassen. En dat hij met ik ben zo alleen, zo alleen, zo alleen. Er is niemand die voor me wil zorgen. Elke nacht en iedere morgen heb ik uitsluitend de kat om me heen. Toch moet ze bestaan, ze moet ergens bestaan. De vrouw die voor mij is geschapen. Misschien niet eens zo ver hier vandaan. Misschien ligt ze eenzaam te slapen. Hoe krijg ik er hier? Er is een manier. Door een advertentie, door een advertentie. Een huwelijksadvertentie in de Elsevier. Beschaafd heer, zette ik toen in de Elsevier. Flink postuur. Positief christelijke beginselen. Leidinggevende functie in het recreatiewezen. Zoek langs deze onsympathieke weg kennismaking met dame of weduwe. Eén kind, geen bezwaar. Dat schrapte ik weer gauw door. Foto wordt op erewoord retour gezonden. Nou zeg, 107 brieven, allemaal anders. 107 foto's, allemaal eender. Je zag niks. Met de leukste, dat wil zeggen de minst vage, had ik een afspraak in de lounge van het American Hotel in Amersfoort. Rode Roos in het Knoopsgat. Hallo, ik geloof dat u bij mij moet zijn. Kom maar. Hoe daar heen weer. Hallo! Zo, gaat u zitten op het zwarte vlakje. Zo, misschien wilt u iets drinken, misschien hebt u wel zin in een kopje koffie. Of misschien hebt u wel zin in iets pittigers, een glaasje rood. Heel graag. Koffie of rood? Een karamel. Een glas karamelk en geeft u mij maar een kopje koffie als u wilt. Zo, nou is het allemaal een beetje groter, hè? Beste juffrouw, misschien mag ik wel zeggen, lieve juffrouw. Beste juffrouw dus. Zoals ik al in mijn advertentie had gesteld en in mijn brief had geschreven, dit is natuurlijk een zeer onsympathieke weg, maar ja, we zitten hier nu eenmaal. Het is wel lekker weer, vindt u niet? Ja! Ik bedoel, voor de tijd van het jaar is het wel lekker weer. Ja! Ja, we hebben al een leuke zomer achter de rug. Een leuke zomer! Ja! Maar ja, het is toch wel leuk om zo'n beetje bij elkaar te zitten babbelen. Ik wou wel even zeggen, voordat we verder gaan... Nou, zover zijn we nog niet, hoor. Wat zegt u? Nee, ga die gang. Ik wou even zeggen, ik ben academisch gevormd. Ja, ik zie het. En ik leg dan ook de nadruk op eruditie. En ik zie het huwelijk meer als een gezamenlijke, intellectuele groei. Nou, maar ik ook, hoor. En bovenal zie ik het meer als een geestelijke gemeenschap dan als een... Dan als een wat? Dan als een... Oh, zegt u het maar rustig. Ja, hoe moet ik dat nou uitduien? Nou, ik geloof dat ik het nou ook zie. Ik weet niet of u bekend bent met academische krangen. Nee, wel met het academisch ziekenhuis. Ja, ik beweeg me namelijk uitsluitend in academische krangen. Hoe kom ik in hemelsnaam uit die academische krangen? Luister eens even, Beb. Nee, ik heet Wilma. Hoe Wilma? Wilma van Bronschoten. Ja, ik wist dat het iets was met brons, maar schoten, dat wist ik niet. Luister eens, Wilma, vertel eens alles over jezelf, meid. Ja, kijk. Ik ben dus gepromoveerd onder professor Van Dam. Onder wie bent u gepromoveerd? Onder professor Van Dam, op een proefschrift. Op een proefschrift? Oh, ze doen maar op die universiteiten tegenwoordig. Op een proefschrift getiteld Dialectisch Denken in het Racefietswezen. Nou, daar hoor ik van op.
Maar kunt u ook koken? Koken? Ja? Nee, ik kan niet koken. Maar ik kan wel leren koken. Nou, dan kan ik het misschien leren eten. Ja, wat is er nog meer nodig voor een beetje een lollig huwelijk? Nou, maar breien gaat wel, zie ik. Ja, dat is geen probleem, hoor. Allemaal gedaan onder dialectisch denken in het racefietswezen. Dit allemaal? Allemaal, het is een lang proefschrift. Ja, het is ook een grote muts, hè. Nou, hebt u dat proefschrift bij u over die racefiets? Ja, dat zit aan de fietstas. Hangt aan de racefiets. Ach, zou u het even willen halen, ja. Dan ruilen? Want dan krijgt u voor mij ook een boek. Ja. Krijgt u voor mij een boek van mevrouw Seldenrust. Weer was ik alleen, zo alleen, zo alleen. Er was niemand die voor me wou strijken. En niemand die naar me wou kijken. Enkel de kat, en die keek zo gemeen. Toch moet ze bestaan, ze moet ergens bestaan. De vrouw die voor mij is geboren. Misschien in een bootje in Koog aan de Zaan. Of in het doopsgezind weeshuis in Doorn. Nou ja, wat ik deed, ik schreef nummer 2. Van die advertentie, van die advertentie. De huwelijksadvertentie in de Elsevier. Hallo, ik ben een tikkeltje laat. Dan mevrouw, dat is helemaal niet zo erg. Mevrouw, kom, laten we nog gewoon doen. Ik heet Wieteke. Wou niet even gaan zitten, Zwiebertje? Ik bedoel, Wieteke. Graag. En wil u misschien iets drinken? Ja, ik heb zin in een glas Cointreau. Of is het nog te vroeg? Nee hoor, dat mag best. Een glas Cointreau, geeft u mij maar een kopje karnemelk. En een sneetje zalm. Oh, maar ze wou ook nog een sneetje zalm. Ja, ik ben een tikje hongerig van de opwinding. Ja! Helemaal, hè? Wat bedoelt u dat? Het is het helemaal. Nou ja, van je halk idee. Kom eens hier. Is dit misschien toevallig ook een hotel? Ja, dit is ook een hotel. Nou, stouter dacht ik het niet. Je bent heel stout, jij. Ik zei alleen maar, dit is ook een hotel. Je moet niet zo hard van stapel lopen. Nee, nou wordt hij goed, zeg. Dan loop ik hard van stapel. Ach, je hebt hele mooie handen, weet je dat? Ken je? 2. Oh, meid, ik wou verdomd dat ik een 4 had. Maar ja, we hebben het nou niet over mijn handen. Ik berg ze trouwens. Oh. We moeten nog even praten voordat we... Praten voordat we... Oh. Zie je dat ik je stout ben? Ja, ik vind het niet erg, hoor. Ik vind het wel leuk. Schrik eens op. Wat een gevaarlijke man. Een gevaarlijke man, wat een onzin. Ik zei alleen maar, we moeten even praten voordat we... Praten, praten voordat we... Wat? Nou, voordat we zalm gaan vreten. Van zes... Trouwens, we kennen elkaar nog helemaal niet. Nou, laat dat maar naar mij over, hoor. Dat gaat gewoon genoeg. En niet te zitten praten, niet te zitten praten. Nee, maar ook niet nog graaien, zoek dat maar weer. Ach, ik geloof als ik jou zo aankijk, dat ik jou nog heel wat zou kunnen leren. Ja. Kom, ik ga eens even kijken waar de Cointreau blijft. Oh, nee! U bent nog net Mies Bouwman. Met een hoed op. Ja, en een sjaal. Dan zal ik jou eens een vraag stellen. Ja. Hoe zouden de kamers zijn in dit hotel? Waar een kamer? Ja. Voor u alleen? Nee. Toch niet voor... Ja. Nee, dank u. Dat kan niet. Ah, waarom niet? Ja, dat kan niet zeggen. Oh, weet je waar ik zin in heb, zeg? Ik ga jou skietelen met een roosie. Oh nee, alsjeblieft. Gaat u maar naar de portier, ik heb al een kamer besteld. Nou, stout, het wel nummer. 9476 AR, ik bedoel mijn autonummer. Het is kamer 7. Ja. Naast? Naast 5. Ja. Olé! Ja.
Weer was ik alleen, zo alleen, zo alleen onder mijn blauwe elektrische deken. En de kat om me tegen te spreken. En ik werd zo langzamerhand schizofreen. Toch moet ze er zijn, ze moet ergens zijn. Die vrouw moet toch ergens wezen. Misschien in Schiedam, misschien in de trein. Ze zit vast een libelle te lezen. Nou ja, hoe ging het verder? Ik schreef aan de derde van die advertentie, van die advertentie. Hey! Goedemorgen. Goedendag. Neem me niet kwalijk dat ik er thuis bij me heb, hoor. Maar ik ben even langs de markt gegaan omdat de rabarber daar 14 cent zo goedkoop was dan bij Oosterwijk. Hé, waar ben je nou? Oh, daar, ja. Oosterwijk, weet je wel, doe me bijna op de hoek. En daar vandaar dat ik even de tas heb meegebracht. Ja, neem me niet kwalijk, maar u moet hier niet zijn. U moet weg. Jawel, kijk eens even. Rosie. Ach, ik had u niet zo gauw herkend van de foto. Nou, dat valt dan mee, hè? Ja. Ja, zo, dus u komt ook voor de roosactie? Ja. Ga maar zitten. Zo. Mooi is het hier, hè? Het is hier wel leuk. Wil u iets drinken? Drinken? Ja. Ach, nou, ik heb net een appeltje op. Ik heb geen dorst. Nee, dank je. Gut, ik zag zomaar meteen je en jij tegen je. Nou, dat heeft dat niks. Ja, dan komt zo'n vrijgezel alleen. Daar heb ik altijd een beetje mee te doen. Ja, met z'n tweeën zijn ze lang zo zielig niet, hè? Dus jij wil zeggen, hoe komt zo'n mens er nou toch bij om op een huwelijksadvertentie te schrijven? Ja, ik dacht al een vrouw met een appeltje op. Ja. Nou, kijk, dat is niet zozeer dat ik eenzaam ben of alleenig of zo. Wel, nee, man. Ik heb namelijk thuis een huis vol met personen, ja. Oh, ja? Ik heb 5 personen. In huis. Ja? 3 broers en 2 nichten. Ah, 3 broers zo. Ja, en 2 nichten, hè? Ja? En de hele dag roepen: Mien, waar ben je, Mien? Waar blijf je? Zeg jij misschien trekken een peen? Nee, dat peen, wel, nee. Peen. Nee. Moet jij ze waaien voor de aardigheid? Wat denk jij dat het bosje gekost heeft? Peen? Ja, op de markt. Op de markt? Ja. Nou, dat kost toch gauw 1,25? 50 cent. Mien, kan je mijn boodschap sturen? Hé, hey, zeg. Er mist een knoopje van je hemd, weet je dat? Hé, jeetje, had ik nou mijn naaigerijtje maar bij me, hè? Ja, ja, dat kon u ook niet weten, hè? Nee, dat is ook waar. Nou, kijk, ik was aan het vertellen, u hè? U was aan het vertellen. Gezellig, hè? Ja, reuze gezellig. Nou, kijk, ik heb mijn eigen huis in de Patrolokenstraat. Mooie naam, hè, Patrolokenstraat. Ja. En ik heb alles keurig voor elkaar, hoor, want ik heb namelijk alles gotisch. Oh ja, woon u dan in een kathedraal? Nee, ik heb zelfs een gotisch ledikant georven. Nou, meidje, je kan de kardinaal zo ontvangen. Ik heb dus wel alles om een man alleen gelukkig te maken, hè. En ik zorg graag, ja. Ik ben meer het zorgelijke type. En het doel van de mensenleven blijft toch altijd, hey, wat is mijn prei? Ja, dat weet ik ook niet, hoor. Prei gebleven? Zal ik eens rijden wat een bloemkool kost? Geen prei. Nou. Weet je wat jij nou net bent? Nou. Lord Hutspot. Zeg, maar mijn prei is er niet, hoor. En dat is nou de tweede keer dat die vent met de prei door mijn neus boort, de viezerik. Oh ja? Je zeker, de vorige maand ook al. En ook door uw neus? Ja, andere kant uit. Ja. En dan ga ik terug, is de markt opgeruimd, is die foetsie. Hoe laat is het nou? Nou, ik heb geen idee, maar u moet gauw weg, want anders haalt u de groenteboer ja, ook niet meer. Ja, natuurlijk, want weet je wat het is? Ja, kijk, de prei groeit me nog steeds niet om mijn rug. Nee, nee. Maar, ja. Nou ja, dan komt misschien nog wel. Nou blijf ik alleen, zo alleen, zo alleen. Ik sta zelf weer mijn koffie te zetten. En ik vergeet op de eitjes te letten. Pannetje droog en zo hard als een steen. Maar waar ik zin in heb, dat doe ik allemaal. Het is altijd en stevast het slechte. En mocht er een vrijgezel zijn in de zaal, op zoek naar de enige echte, dan heb ik er hier nog 104. Van die advertentie, van die advertentie, de huwelijksadvertentie in de Eelse Vier. En thans, dames en heren, is het met een grote vreugde u ons laatste nummer voor de pauze aan te kondigen. Een nummer uniek in het Nederlands theaterleven. Ik vraag u speciale aandacht voor de kunstenaressen waarover zich dagelijks internationale wetenschapsmensen verbazen. De enige, unieke, onvervangbare Beppie, de dame met de 2 hoofden. Thank you.
Toen ik geboren werd, toen sprak mijn vrome moeder: Ooggetooggetooget, ik dank u zeer beleefd. Mijn vader zei geroerd: ja, Beppi heeft iets extra's. Ze heeft beslist iets meer dan ieder ander heeft. Ik was een lotje uit de loterij, dus gingen ze de kermis op met mij. Want ik heb iets, ja ik heb iets, dat is beslist een feit. Iets wonderlijks, uitzonderlijks, dat is mijn persoonlijkheid. Ja, ja, dat is mijn persoonlijkheid. Ja, ja. Toen stak ik op een dag de hoofden bij mekander. Je bent kunstenares of je bent het niet. Ik zocht het hoger op en werd revueartieste. En toen zag het publiek iets dat het zelden ziet. Bij klanken van opwindende muziek gaf ik mij dan geheel aan mijn publiek. Want ik heb iets, ja ik heb iets, dat is beslist een feit. Iets wonderlijks, uitzonderlijks, dat is mijn persoonlijkheid. Ja, ja, mijn persoonlijkheid. Ja, ja. Eens zat er in de zaal een heer uit het Verre Oosten. Die nam mij met zich mee, hij vond mij zeer uniek. En iedere avond weer bracht ik hem in verrukking. Die heren uit het Oosten zijn zo artistiek. Geacht publiek, ik vraag uw aandacht dans voor Beppies in haar nieuwste harendans. Want ik heb iets, ja ik heb iets, dat is beslist een feit. Iets wonderlijks, uitzonderlijks, dat is mijn persoonlijkheid. Ja, ja. Dat is mijn persoonlijkheid. Ja, ja. Vind jij het nog steeds leuk? Ja, ik vind het enig. Hoezo? Vind je het leuk? Nou ja, het kon zijn dat je bij jezelf dacht, nou zou ik het nachtleven wel eens in willen. Nee, helemaal niet. Ik wil helemaal niet weg. Nee? Ik vind het veel te gezellig. Nee. Leuk, hè? Ik kan trouwens helemaal niet weg. Waarom? Ik moet nog een paar jurken laten zien. Alsjeblieft. Ik dacht, ik laat een stel mooie jurken maken en dan blijft ze beslist. Nee, ik blijf eigenlijk voor jou. Voor wie? Voor jou. Sta me nog niet te belazeren. Nee, echt niet alleen. Niet alleen voor jou, ook voor de muzici. Zeg, wij zijn vergeten om de Mukiki voor te stellen. Zou jij willen beginnen? Heel graag. Graag, doen we een stapje achteruit. Goed. Hè? Jan Blok, gitaar! Jan Blok! Jan Huyts, piano! Tom Disseveld, bas! Bas! Hans Zeugling, drums! Vind jij het ook nog steeds leuk? Ah, weet je wat ik het leukste vind? Om af en toe met jou zo'n beetje te lachen. Ja, vind je het leuk om het lachen gemaakt te worden? Oh, maar dan? Jij hoeft me helemaal niet aan het lachen te maken. Maar als jij met dat bekkie zo dicht bij mij komt, nou, dan kun je mij wel wegdragen. Zeg, heb ik dat nou ook? Wat? Geen ponem. Nee. Moet ik toch doen wat Toon Hermans eens tegen me zei. Weet je wat Toon zei? Die zei, je moet je wenkbrauwen laten optrekken. Hij zei, dan heb je helemaal geen teksten meer nodig. We gaan zingen. Wat wil jij het liefst het eerst horen? Een liefdesliedje graag. Een liefdesliedje? Weet je wat liefde is, Ina? Nou, soms, ja. Weet jij het? Altijd. Wat dan? Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw. Oh. Zie je, het succes ook. Oh. Weet je wat mijn moeder altijd zegt? Nou? Er is voor een huwelijk meer nodig dan vier benen op het bed. Oh, in je mand. In je mand, ah, in je mand. Vier benen op één bed, ah. En ik hou helemaal niet van paarden, ah. Ga jij in je mandje, ga ik zingen. Soms is mijn geluk onverdraaglijk en mijn hart klopt te hard en te snel. Gewoon al
als je lacht of me aankijkt. En het allerliefst zou ik dan wel de schoonheidscommissie bepraten, dat al wat je doet wordt vermeld. Op pleinen en grachten en straten, op enorme marmeren platen, waarop zou staan, hier liep ze en lachte haar haar in de wind. Hier voetbalde zij met een driejarig kind. Hier stond ze uren te praten, omdat ze het echt niet kon laten. Hier kocht ze haar schoenen en hier vond ze een cent. En hier kreeg ze Kate met een damesagent. Hier zag ze voor het eerst van haar leven de man die ze trouw is gebleven. Dan liep ik met zakken vol krijt door de stad, die gedenktekens langs en daarbij. Schreef ik dan iedere dag, deze vrouw, deze vrouw, deze vrouw, deze vrouw, houdt van mij. Graag hield ik een monster collecte en bracht dan miljoenen bijeen. Om standbeelden te laten zetten, van Venray tot aan Heerenveen. Die al je gebaren in brons en in marmer en steen voor het nageslacht zou bewaren, zodat over duizenden jaren men nog zou zien. Hier danst ze, hier slaapt ze, hier zit ze op een fiets. Hier doet ze haar haar en hier doet ze niets. Hier drinkt ze thee met een soesje. Hier zit ze in haar nieuwste bloesje. Hier kijkt ze tv en hier doet ze de was. Hier is ze in bikini, hier in regenjas. Hier leest ze een boek van Treven. Hier kust ze de man van haar leven. Dan was ik bij elke onthulling present en ik stond op de achterste rij. En ik drong me naar voren en riep, deze vrouw, deze vrouw, deze vrouw, houdt van mij. Maar dit alles zou o zo verkeerd zijn, wanneer je het zien zou, zou jij giechelen en gegeneerd zijn en er niets van begrijpen daarbij. Maar liefde laat zich niet verzwijgen en als ik ontwaak aan je zij, dan zeg ik heel stil bij mijn eigen, laat iedereen de zenuwen krijgen. En ik zal blijven zeggen, al word ik stokoud en al vliegen de jaren voorbij. Deze vrouw, 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 deze vrouw houdt van mij. En nu een liefdesliedje over de dertiger jaren, over de tijd van de gave gulden van Colijn. Wat waren ze gaaf, hè? Alleen jammer dat ze er zo zuinig mee waren. Want je kreeg er altijd maar zo'n paar van. Maar de heren die het voor het zeggen hadden, die hadden er zat. En dan moet u dat niet verkeerd uitleggen. Want je kunt alles wel verkeerd uitleggen. Vooral als het over guldens gaat. Ik liep van de week achter twee kapelaans. En ik hoorde de een tegen de ander zeggen, kun je mij een gulden lenen tot zondag? Ja, dat kun je ook wel verkeerd uitleggen, hè? Die kapelaan wou gewoon een gulden voor een kopje koffie met een vruchtenpunt. Ja, kapelaan wil ook wel eens een vruchtenpunt. Wat een vreselijke tijd, hè. In 1937, ik was nog maar een tiener. Of was ik al twen, jongens? Nou ja, doet er niet toe, want er zijn maar drie periodes in je leven tegenwoordig. Dat weet u toch, hè? Tiener, twen en daarna meteen oude zak. In 1937 was ik verliefd op een meisje bij ons in de buurt, op Josephine. Josephine was een doodgewone meid. Ze was de dochter van de bakker bij ons op de hoek. Maar Josephine die had het, als u voelt wat ik bedoel. Josephine ging 's morgens de deur al uit, zo met een gezicht van, er gebeurt vandaag beslist iets. Oh, je hebt van die wijven die lokken dat uit, hè? Die gaan de deur al uit met een gezicht van, oh, vandaag gebeurt het wel. Want de meeste vrouwen lopen zo op straat, er gebeurt vandaag toch niks.
Maar Josephine wist en wilde dat er iets zou gebeuren, maar ze hield haar hersens bij elkaar. Want ze was niet zoals veel van die vrouwen. Ze begon niet als vlinder en eindigde als rups. Maar Josephine had een enorm gevoel voor humor. En dan weet ik wel, humor lost geen moeilijkheden op, maar het helpt je er wel overheen. Hè? Trouwens, waarom zouden vrouwen het moeilijker hebben dan mannen? Hè? Wij moeten ons scheren, zeg ik altijd. Zeg, weet u dat je aan de stem van een vrouw door de telefoon al kunt horen of ze gelukkig getrouwd is? Hallo mevrouw Van Dalen, is meneer Van Dalen thuis? Nee meneer, mijn man is er niet op het moment momenteel nu. Weet u ook hoe laat uw man thuis komt, mevrouw Van Dalen? Jazeker, om 6 uur is mijn man er altijd, hoor. Om 6 uur is mijn man er altijd, hoor. Mag ik er nog eens bellen, mevrouw Van Dalen? Ja hoor, gaat uw gang maar, hoor. Dat is nou een gelukkig huwelijk. Van Dalen is geen wildbras. Van Dalen is ook geen schuinsmarcheerder. Maar Van Dalen is een goed echtgenoot. Precies om 6 uur drijft hij de sleutel in het slot. Maar er zijn ook andere Van Dalens. Hallo mevrouw Van Dalen, is meneer Van Dalen thuis? Nee. Weet u ook hoe laat uw man thuis komt? Weet ik veel. Mag ik nog eens bellen? Mijn zorg. Linke zoepen. Van Dalen is uithuizig. Hij laat er barsten, dat is zo goed als zeker. En soms is het helemaal zeker. Hallo mevrouw Van Dalen, is meneer Van Dalen thuis? Nee meneer, mijn man is niet thuis, maar ik kan u wel het nummer geven waar mijn man tegenwoordig altijd te bereiken is. Dat is vandaag en morgen ook afgelopen, dat telefoneren overdag. Want als we nou allemaal gaan werken en er zijn al geen dienstmeiden te krijgen. Gekke tijd, hè? Meiden zijn er zat en dienstmeiden niet één. En nou is... Nou ja, ik wil het niet zeggen, in Eindhoven bedoel ik. Zijn ze op het lumineuze idee gekomen. Of liever gezegd op het illumineuze idee gekomen. Om een robot te maken voor de huishouding. Ja, een synthetische meid. Cynthia heet ze. Cynthia is helemaal gemaakt van hard plastic. En daar waar nodig zacht schuimrubber. Om ook eens aanstoot te kunnen geven. En van binnen komt er een soort computer of hoe het heet. Maar in elk geval als dat dan klaar is, dan kun je naar meid kopen, jongens in Eindhoven. Die doet alles. Die doet de deur open, die maakt je eten klaar, die maakt je bed op, die ruimt de tafel af. En op het tweede kanaal, op het tweede net, doet die meid alles. En als ik zeg alles, bedoel ik? Dank u wel, mevrouw. Alles. En dan kopen we allemaal aan meid in Eindhoven. Nou, allemaal, maar toch zeker degene die vooraan zitten. Want vooraan zitten meestal de beter gesitueerden. Of hadden jullie ervoor gespaard vanavond? Niet zo hard lachen op die goedkope rangen daarboven, hè? Er gaan dan 3 van jullie in 1 hier. Daar gaan we. Josephine. Ik heb de muziek zelf gemaakt om zeker te zijn dat het uit mijn tijd zou zijn. De begeleiding is uit mijn tijd, want de heren achter mij zijn uit mijn tijd. En let u vooral op de discipline in deze troep. Pas als de baas ja zegt, beginnen zij. Dat kunnen niet veel bazen zeggen. Daar gaan we. Ja! De bakkersdochter van de hoek, die mocht zich laten zien. Zij was de seksbom van de buurt en heette Josephine. Ik was nog jong en vuur en vlam, schreef ik haar een sonnet. Maar zo poëtisch was ze niet, ze nam de benen met. Een heer in de textiel, in zijn automobiel. Josephine, 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 ik was passé een 10. Toen heb ik jou, Josephine, Josephine, voor de eerste keer gezien. Mijn moeder vond jou een lallabel. En heel misschien, Josephine, Josephine, was jij dat wel. Maar jij bracht mij van de wijs en bovendien leek de buurt ineen op Parijs als jij passeerde. Was Josephine. Maar achter hier in de textiel, die was ook niet je rat. Zij wist diep in haar hart dat zij meer mogelijkheden had. Ze kocht een kaartje naar Parijs en een blote japon. En had al gauw 10 rijke lui waar zij uit kiezen kon. Zij koos een miljonair van 85 jaar. Josephine, 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 dat was niet stom gezien. Jij was al gauw in de rouw, Josephine, met een 10 miljoen. Mijn moeder vond jou een lallabel. Maar kopie, kopie, Josephine, dat had je wel. Liet jij je meidheid en wijl eens even zien. Ging alle heren voor de bijl, nou kun je nagaan. Oh, Josephine.
Ik zag laatst een enorme jacht, het was in Saint-Tropez. Net reed er een chauffeur voor in een meterslange slee. Ik zag dat de bemanning in de houdingspromenaar. Kwam Josephine naar buiten met een knul met zulk lang haar. Ik zei, dag Josephine, ken jij mij nog misschien? En toen zei jij, Josephine, Josephine, tiens, ik heb jou meer gezien. Voilà, bien sûr, het is wim, maar niet meer zee, Vantine. Jouw mama Vantine, in les levels. Et entre nous, mon petit, mon chou, dat ben ik. Ik ben liever in Lelbel in Saint-Tropez dan een drel in Zandvoort aan de zee. Een beetje koppie, koppie, koppie kan geen kwaad. Waar anders zat ik nou nog in de Kalverstraat? Doe ze de groeten, als Josephine. Zo, dat wordt dan een grammofoonplaatje, hè? Kopie, kopie. Jan, is het orkest er al? Zijn ze er alle 48? Alle 48. Is een groot orkest aangekomen. Om mij te begeleiden bij het volgende liedje. Een van de mooiste liedjes vind ik zelf. Op een tekst van Hugo Verhagen en op muziek van Jean Ferrat. Het dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent, ik zag hun moeders touwtje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan.
krant. Dankjewel. Alsjeblieft. Wim, ik begrijp iets niet. Begrijp je iets niet? Nee. Wat is toch kunstmatige inseminatie? Ik zal eens even mijn brilletje opzetten. Ja. Kunstmatige inseminatie. Verdomd, daar staat het. En jij weet niet wat het is? Nee. Nou, zal ik je uitleggen? Graag. Kijk, eens, kunstmatige inseminatie, dat is iets met runderen. Ja hoor, dat is iets met runderen. Er komt geen stier meer aan te pas. Wacht even, ik zeg het fout. Er komt wel een stier aan te pas. Alleen ze zetten het, weet je wel, in de diepvries. En dan later... Ja, maar hier is heel wat anders. Luister nou even. Later komt de veearts, die brengt het aan bij de koe. Nou, en dan mot het voor elkaar, weet je. Er staat hier niks van koeien. Ik denk eigenlijk dat ze doen om al het gedoe te vermijden, begrijp je? Kijk eens meid, dan hoeft zo'n stier niet helemaal meer naar de koe toe, joh. Nou, niet dat de stier het vervelend zal vinden, hoor, om helemaal naar de koe te motten. Maar ja, misschien wil de koe het wel zo. Weet je veel? Of de bond van koeien. Ja. Want een stier en een koe, dat is een heel gedoe, hoor. Wij als stadsmensen, we zitten wel eens te denken. Een stier en een koe, dat is maar even hup, maar Een stier en een koe is een heel... Gedoe. Gedoe. Ja, maar er staat hier niks van koeien. Het gaat over mensen. Bij mensen gaat het nu ook zo. Bij mensen? Ja. En waarom? Dat weet ik niet. Moet ik eerst even verder lezen. Nou, zeker ook om het gedoe te vermijden dan. Dat hoeft dan bij ons ook niet meer. Ja, waarachtig, je hebt toch gelijk, hoor. In de diepvries. Alsjeblieft, in de diepvries. En dan komt zeker bij de mensen ook de veearts, hè? Nee, de huisdokter. Gewoon onze huisarts. Jan Versteeg. Zeg, wacht eens even. Nou, stel u even. Wat heeft Jan Versteeg ermee te maken? Ach, wat praktisch. Zeg, je gaat me toch niet vertellen dat wij er voortaan Jan Versteeg bij moeten halen, hè? Een geweldige oplossing. Maar ik wil Jan Versteeg er helemaal niet bij hebben. Ja, dit is het helemaal, hoor. Ja. En dan in de diepvries. Nou, je hebt dat al helemaal in kannen en kruiken, hè? In Amerika wordt het dagelijks toegepast. In Amerika passen ze toe? Ja. Bij mensen? Ja. Maar waarom? Nou, gunst, er zijn toch vrouwen die een kind willen hebben? Is dat dan zo abnormaal? Tuurlijk is dat niet abnormaal. Het is toch een heel natuurlijke zaak als een vrouw een kind wil hebben? Nou, wellicht. Ja. Ja, jullie mannen denken altijd alleen maar aan het gedoe. Nou, is dat dan zo abnormaal? Nee, maar het gaat toch uiteindelijk om een kind? Nou, ik vind het allemaal best hoor, maar wil je me dan nou nog wel even uitleggen waarom wij daar Jan Versteeg bij moeten halen? Stel, jou overkomt iets. Wat zei je? Stel, jou overkomt iets. Je draagt het nogal opgewekt voor. Stel, jij gaat naar Arnhem, jij rijdt door de Middenberm, dan ben ik weduwe. Ja, ga door. Maar dan kan ik altijd nog een kindje krijgen, want dan komt Jan Versteeg. En het kindje dat ik dan krijg... Oh, maar nou begrijp ik. En het kindje dat jij dan krijgt, dat is niet van Jan Versteeg, maar van mij. Ja, natuurlijk, oh, zei je voor. Ja. Ik vind het toch een mooie gedachte, hoor. Ja? Nou, ik vind het voor jou ook zo'n rustige gedachte. Oh ja, hoor, een reuze rustige gedachte. Met andere woorden, ik kan me nou rustig te pletten rijden. Ik kan me nou rustig te pletten rijden, want ons kind staat toch veilig naast de koude kip. Gunst, het hoeft niet. Nee, stel je voor het nog most ook. Altijd als ik iets liefs zeg, iets aardigs zeg, altijd ga je zo doen. Altijd maak je ruzie. Ruzie, jij maakt ruzie. Jij begint te veronderstellen dat je weduwe zal worden. Nou, het zou toch kunnen gebeuren? Natuurlijk zou het kunnen gebeuren. Alles kan gebeuren. Maar is het ooit in je hersens opgekomen dat het ook zou kunnen gebeuren dat ik weduwnaar zou kunnen worden? Ja, natuurlijk zou dat kunnen. Nou en? Wat nou en? Wat moet ik dan met Jan Versteeg? Zo, daar zit je dan, hè, met je vooruitstrevende damesblaadjes. Of is het die verdomde VPRO-bode weer? We hebben niet eens een diepvries. Nee, maar het hoeft niet in je eigen diepvries. Oh, gaat dat ook nog. Dus het mag ook bij de buurman. Ja. En wie garandeert me dan dat ze de etiketjes niet door elkaar halen? En wat gebeurt er dan als Jan Versteeg doodgaat of zich overrijdt? Nou, zichzelf overrijdt of zo, of een ander overrijdt? Nou ja, dan komt ze vervangen. Oh, dan komt een dokter vervangen. Wie is dat? Nou, weet ik niet. Een andere dokter dus. En hoe ziet hij eruit? Ja, dat weet ik toch niet? Nee, maar ik zou graag willen weten wie er na mijn dood over de vloer komt, begrijp je? Oh, misschien wel een hele knappe vent. Oh, dus daar is dan toch wel om te doen bij de dames weduwe. Als je nou ook wel jaloers wordt op de vervanger van Jan Versteeg. Het is een dokter. Nou en? Toch geen man meer. Oh, nee.
een behandeling te geven. Ja, nou stuit. Een behandeling te geven, een behandeling te geven. Die kerel komt je een kind geven. Hé, hey, wat moeten we dan doen? Wat bedoel je dan? Wat moeten we dan doen? Ik wil een kind. Nou, dat vind ik allemaal best, maar dat kan toch ook gewoon? Zo gewoon? Nou, gewoon, weet je nog wel? Nou, gewoon, nou ja. Had het maar even gezegd. Sinds donderdag de 10e ben ik dood. Ik werd begraven op een koele maandagmorgen. Ja, dank u, de belangstelling was groot. Mijn vrouw en kinderen zijn goed geborgen. Nou lig ik zo te denken in mijn kist. Wie is het die me mist? Wie is het die me mist? Mijn ooms en tantes niet, mijn assistenten niet. En ook mijn vrouw niet, want dat goede mens dat zag me niet zo vaak. Ze zeggen allemaal het had. Hij liefde enkel voor de zaak. Alleen de baarman van de kroon, die zegt, hey, dat is niet gewoon. Hey heren, wat hebben we die man lang niet gezien? Misschien, misschien is hij de enige. Sinds donderdag de 10e ben ik dood, zodat ik eindelijk een parkeerplaats heb gevonden. Nou lig ik zo te denken, idioot. Nou hoef ik morgen lekker niet naar Londen. Alleen die ene vraag als ik maar wist. Wie is het die me mist? Wie is het die me mist? Mijn concurrenten niet en mijn cliënten niet. En ook mijn kinderen niet, die draaien nou de Beatles net zo vaak. Ze zeggen allemaal, ach ja, hij liefde enkel voor de zaak. Alleen Marie op Katendrecht, die heeft misschien een keer gezegd. Hé jongens, dat hebben we die man lang niet gezien, joh. Misschien, misschien is zij de enige. De wind waait door het hoge natte gras. Ik hoor het ruisen van de dure aronskelken. En al die kransen, het komt toch niet te pas. Dat heel die dure zooi ligt te verwelken. Om nog maar niet te spreken van de kist. Wie is het die me mist? Wie is het die me mist? Mijn oude moeder niet en zelfs de kapper niet. En ook mijn vrienden niet, die zeggen, ach, het was een beste vent. Alleen mijn hond die staat te wachten, de beide oortjes overeind. Ik hoor hem janken, ach dat beest. Het is net zoals je wel eens leest. Een trouwe hond die ligt te treuren op een graf. Rothondje, heb je wakker geblaft. Ik moet naar Schiphol, precies op tijd. Om 11:20 gaat mijn kist. Tenzij je te veel mist, tenzij je te veel meer. Ik zag hem staan bij de halte van lijn 10. Ik bedacht hoe het zou gaan als hij me zou zien. Hij zou glimlachen en zeggen, kom mee. Een kop koffie is er altijd nog wel. We zouden naar zijn huis gaan. Hij zou koffie voor me zetten. Begin van het spel. Naast me komen zitten. Zwijgend onze koffie drinken. En dan natuurlijk op het weer zien klinken. Platen voor me draaien, samen praten, samen dansen. Met zijn armen om me heen, samen praten, samen dansen. Tot ik ja zei en verloor als de laatste keer. En de keer daarvoor. Hij zou glimlachen en zeggen. Zeggen dat hij me steeds had gemist. Op dat moment zou ik hem geloven, hoewel ik van binnen wel beter wist. Met mijn armen in zijn armen en mijn handen in zijn handen, met zijn lip op de mijne, zou het vuur opnieuw gaan branden.
duizend woorden zou die zeggen die ik niet zou willen horen. Ik zou vechten om te winnen wat ik toen al had verloren. Tot ik ja zei, weer verloor als de laatste keer en de keer daarvoor. Ik zag hem staan bij de halte van lijn 10. Hij heeft me gelukkig niet gezien. Zij hem voor het eerst zag, dacht ze, jeetje, wel niet zo jong, maar interessant, dat wel. En sexy ook en langer dan gewoon was, keek ze aan toen ze werd voorgesteld. Toen hij haar zag, dacht hij, een aardig meisje, en verder niks, hij voelde zich te oud. En bovendien had hij ook nog 3 kinderen, want bovendien was hij ook nog getrouwd. Zo hoort het ook, zo hoort het ook. Verliefdheid is voor jonge mensen. Een ouder mens houdt zijn fatsoen, want anders krijgt hij klappen net goed. Nou moet hij het maar niet doen. Maar eens bracht hij haar thuis, het was na een feestje. En die beleefdheid kwam hem duur te staan. Hij werd op slag verliefd aan oude planken. Die brandde hard, er was geen redden aan. Maar duren kon het niet, want vrouw en kinderen. En ook nog overspel, dat is niet zo best. Hij brak met haar, het was een bitter afscheid. En het heeft zijn leven grandioos verpest. Zo hoort het ook, zo hoort het ook. Verliefdheid is voor jonge mensen. Een ouder mens houdt zijn fatsoen, want anders krijgt hij klappen. Net goed, dan moet hij het maar niet doen. En s'nachts in bed lag hij aan haar te denken. Hij dacht daarna krankzinnig veel aan haar. En hij dacht ook, wou nou mijn vrouw maar doodgaan. Dan waren zij en ik toch bij mekaar. Maar och, zijn vrouw bleef rustig verder leven. Dat was maar goed, het was een brave vrouw. Ze vond wel dat hij stiller was geworden. Maar och, een goede vent en altijd trouw. Zo hoort het ook, ja, zo hoort het ook. Verliefdheid is voor jonge mensen. Een ouder mens houdt zijn fatsoen. Want anders krijgt hij klappen het goed. Dan moet hij het maar niet doen. En wat deed zij? Wat deed zijn grote liefde? Ze dacht, ik moet hier uit dit land vandaan. Ze emigreerde, trouwde en kreeg kinderen. Soms dacht ze vaag, hoe zou het met hem gaan? Met hem ging het niet meer, hij was gestorven. En met hem ging zijn liefde in de kist. En daarmee was de passie van een leven verdaan, vergaan, verloren, uitgewist. Zo hoort het ook, zo hoort het ook. Verliefdheid is voor jonge mensen. Een ouder mens houdt zijn fatsoen. Want anders krijgt hij klappen. Net goed, dan moet hij het maar niet doen. La, 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 la. Kijk, zeg.
Dit maak ik voor Anna. Het wordt een aardig geintje voor een verjaardag. Ja, ik doe er nog wel een reale fles reukwater bij, hoor. Want anders zou het te schamel wezen. Niet dat Anna veel luisterend is of zo. Oh, helemaal niet. Anna is stil en tevreden. Dat merkte ik direct toen ik in het huis kwam, 6 jaar terug. Zij zat er al 2 jaar in. Mijn vrouw was komen te sterven. En wat doe je dan als man alleen zijnde? Je gaat lopen rommelen. En je komt in een kroeg en dat is niks waard. Ik ben in die kroeg ook nog lid geworden van een hengelvereniging. Maar dat is helemaal waardeloos. Want weet je wat het is? Als je met een Riksdaal dan naar de markt gaat, dan koop je net zoveel vis, dat kun je niet wegtremmen. En bij zo'n hengelvereniging kost elk scharretje een daalde. Nou, toen ben ik weer opgehouden met rommelen. En ik ben in het huis gegaan, rustig. Ik hou van rust. En nou ook, dat zag ik direct toen ik in het huis kwam, 6 jaar terug. Ik dacht meteen, dat is mijn type. Zo zal Anna bijvoorbeeld ook nooit klagen. En er wordt wat afgekankerd in het huis hier. Neem nou alleen het eten maar eens. Van de week waren de worteltjes niet goed gaar. Had je ze moeten horen, het lijkt de Russische revolutie wel. En de zaalwachter die belde nog naar de keuken en die zei, de wortels staan overeind en de mannen ook. Die oude kerels worden chagrijnig. Ik ben helemaal niet chagrijnig, ik ben zeer lustig van aard. Anna ook, dat zag ik direct toen ik in het huis kwam, 6 jaar terug. Ik dacht meteen, dat is mijn type. Anna houdt ook niet van televisie, want weet je wat het is? S'avonds na het eten, dan kruipt de hele rotroep bij de televisie. En dan vertonen ze altijd eerst een film over een heel ver heet land met zwarte mensen die verrekken van de honger. En dat laten ze allemaal zien na het eten. Nou, dat is niet. En dan komt er daarna een knul met een gitaar of een meid met een ukulele. Ja, die doen er net alsof er niks aan de hand is in de wereld. Nee, ik ga ver van de televisie afzitten met een kopje thee en een leesboek. Net als bij mevrouw Zaliger. Ik ben 62 jaar getrouwd geweest. Oh, het was een brave vrouw. Ik wil er dan ook niks van zeggen. Maar ja, als je zo lang getrouwd bent, dan denk je toch wel eens bij je eigen, mijn vrouw, ach. Mijn vrouw is een mooi boek, maar ik heb het al uit. Maar toch mis ik mijn vrouw af en toe, weet je waarin? Ik heb 16 kinderen, 32 kleinkinderen en 47 achterkleinkinderen. Oh, er kan er eentje bijgekomen wezen onderlaatst. Ik kan het niet meer bijhouden. Maar mijn vrouw was daar zeer behendig in. Die zei dan, kom Willem, we moeten vanmiddag naar Henk en Marie, want Jopie is jarig. Jopie is dan een van die 47. Maar nou, ook alleen ben kan ik het niet meer onthouden. Ze moeten me waarschuwen. Maar fijn, dat doen ze dan ook. Van de week werd er ook nog op getelefoneerd. Ik zeg in het apparaat, hallo. Toen hoor ik aan de andere kant, opa, je spreekt met Monique. Dan denk ik, verrek, wie is dat nou weer? Dat bleek dan mijn kleinschoondochter te wezen. Ja, die waarschuwde me voor een verjaardag. Ze doen het allemaal. Ze kopen ook het cadeautje voor opa. Want die rotzooi die ze tegenwoordig in die speelgoedwinkels verkopen, daar kan ik geen chocola van maken. Vroeger gaf je een meid een pop en een jongen een timmerdoos. Maar tegenwoordig moet het allemaal elektrisch wezen. Het gaat mij te hoog. Maar het cadeautje, daar zorgen de moeders dan voor. Die geven het me bij de deur in mijn hand. Ik hoef het alleen maar af te geven. Ik weet niet eens wat erin zit. En als ze het open hebben, dan weet ik helemaal niet meer wat erin zit. Maar mijn vrouw vroeger, mijn vrouw geleidde mij erin. Nou kom ik zo'n kamer binnen, vol met nazaten. En die kinderen veranderen ook elk ogenblik. Dan denk ik wel eens, wie is nou Jopie en wie is Jaapie en wie... Ik zal doodvallen als ik het weet. Maar ik heb nou een nieuwe methode bedacht. Ik blijf met mijn pakje in de deur staan. En degene die dan op me afkomt, is de jarige. Die krijgt dan een handje en een zoentje en dan krijgt hij zijn cadeautje. Maar vorige week had ik een verkeerd kereltje te pakken. Tja, die was helemaal niet van mij.
Maar hij kwam nou eenmaal het eerst op me af, dus ik geef hem een handje. Ik geef dat kind nog een zoentje ook. En een cadeautje en verdomde het om het terug te geven. En de echte jarige huil aan mijn kleinschoondochter nog aardig kwaad ook. Ach, ik ben te oud voor die rotzooi. Maar er is één verjaardag die ik nooit zal vergeten. Dat is de verjaardag van Anna. Morgen. En wat zal ze blij zijn als ze dit van me krijgt. De zeven. Ken je de zeven sprong? Wie zegt dat ik niet dansen kan? Ik kan dansen als een edelman. Dat is één. Ine, ben ik klaar. Dat is twee. En dat is één. Spaanse één. Ken je de zeven? Ken je de zeven? Zullen we gaan zitten? Misschien zingen ze mee net als elke avond. Ik tel tot vier en dan gaan we allemaal zachtjes en toch uit volle borst. 1, 2, 3, tja. Ken je de zeven? Ken je de zeven sprong? Wie zegt dat ik niet dansen kan? Ik kan dansen als een edelman. Dat is één. Dat is twee. Was nacht, midden in de nacht. Daar hoorde men een vreselijke slag. Het waren zeven. Drie witte en vier rode. De witte waren zeven witte lang. Ze trokken vaders onderbroeken, Jan een broek met gouden knopen. Die gingen ze verkopen aan wie, aan wie, aan wie? Aan koning Willem III. Zij was een volksliedminares. En hij was een volksliedminar. Zij paste bij mij als de kurk op de fles. En dus viel hij reuze in haar. En zo gezegd en zo gedaan, hinkelde pinkel, daar kwamen zij aan. En zij voeterden en handerden. Zij klitsten en zij klanderden. Van de ene wips op de anderen. Van Nispenhoi tot Panderden. En zelfs van voorst tot voorst. Hij ging eronder door en door der. Zij ging eronder door. Hoi, leuk hè? Hij zocht een huis voor een volksliedprijs. En weet je waarheen ze gingen? Ze gingen tussen Keulen en Parijs. En ze woonden in Scheveningen. Ze was zo mooi, ze was zo braaf. En in Den Haag, daar woont een graaf. Op zijn Haag zien, hè? Ja. Aan zee voetag dan, aan handag dan. Zee klats dan, aan zee klandag dan. Van de ene baps op de ander dan. Van Aspanai tot ander dan. En zelfs van vers tot vers. Hij ging er onder daar en daar daar. Zee ging er onder daar. Hey, zullen we dat eens heel vlug doen? Heel vlug? Ja. Ja. Goed. Niet te vlug, hè? Nee. Ik tel tot drie. Ja. Moet je mij even tot drie laten tellen? Ja. Dan gaan we heel vlug. Ja, goed. Even uitblazen. Ja, ja. En dan tel ik daarna tot drie. Ja. Is het die? Even zeggen. Aardappels eten, een lekker aardappeltje wil er altijd wel in. We gaan straks eten, aardappels eten, zonder aardappeltje heb ik het niet naar mijn zin. Gekookte aardappels, gebakken aardappels en aardappelsla. Soep met aardappels, vlees met aardappels, aardappelkoek na. Koude aardappels, warme aardappels, aardappelpuree. Kruimige aardappels, glazige aardappels, aardappelsoufflé. Wir gehen bald essen, Duits kartoffeln essen. Denn ein kartoffelchen kommt mir nicht mehr aus dem Sinn. Wir gehen bald essen, Duits kartoffeln essen. Ohne Kartoffel weiß ich, dass ich so traurig bin. Franz!
pomme de terre soudée, pomme de terre purée, pomme de terre du chassin, pomme de terre au lard, pomme de terre au vin, pomme de terre à la graisse, let's have potatoes, lovely potatoes. I like them mashed and fried and cold and roasted and hot. Let's have potatoes, lots of potatoes. There are lots and lots and lots and lots of it in the pot. Go aardappels, warm aardappels en aardappelsla. Soep met aardappels, vlees met aardappels, aardappelkoekna. Aardappelkoekna, aardappelkoekna. Aardappels uit. Mag ik een baantje met u rijden, juffrouw? Mag ik een rondje met u wagen? Of wilt u liever baantje glijden, juffrouw? Of wil ik u soms dragen? Hard rijden kan ik niet, schoon rijden kan ik niet. Maar wat ik goed kan is windje over. La la la. Dat kunt u goed beentje over. Dank u wel. Zullen we dan maar? Heel graag. Tot half weg? Ja. Heerlijk zo'n baantje met z'n bijen, juffrouw. Heerlijk zo'n beentje over. Ze de zaal niet eens tien. Sorry dat ik even op mijn gemak eet, hoor. Allee! Blij?
verhaal vertellen. Als ik een borreltje op heb, moet ik altijd verhalen vertellen. En ik waarschuw jullie maar vast, als ik een beetje dronken ben, dan word ik ook altijd erg ordinair. En als jullie dat niet bevalt, dan lazel je maar op. Ik wou jullie een verhaal vertellen over een vriendin van mij, over een Ali. Ali uit Antwerpen, Antwerpse Ali. Ali maakte op mij vroeger al een enorm indruk. Want Ali had namelijk wat de Fransen noemen une riche nature. Een rijke natuur. Een Fransman zegt met trots van zijn vrouwtje, indien aanwezig natuurlijk, mijn vrouw heeft een rijke natuur. Oh, de Fransen hebben de aardigste woorden voor de gekste dingen. Ja, want hier in Nederland zeggen we voor zoiets direct om je boezem. Of gemoed. En weet u wat ik een boer heb horen zeggen? Ik heb eens een boer horen zeggen, mijn vrouw heeft een flinke bos hout voor de deur. Zeg, het wordt schunnig hoor, dus je kan er nog uit. Maar ik wou even neerkomen op Ali. Ali was een van de eerste direct na de oorlog die een heel ingenieus ingebouwd gehoorapparaat hadden. Oh, ik zou het verhaal niet vertellen als het niet zo koddig was. Het bestond uit een microfoontje dat zat ingebouwd in een broche. In een broche dus. En die broche die zat bij Ali op het sneepunt van haar rijke natuur. En daar moest je dan in praten. Zeg, het wordt verdomd schunnig hoor, dus je kan er nog uit. Maar nou komt het mooiste. Vanuit die broche gingen twee dunne leidingjes via haar rijke natuur. Er liepen hier twee dunne... Oh, er was wel plaats voor een pijpleiding! Twee dunne draadjes gingen via haar rijke natuur naar twee beeldige oorknoppen. Daar zaten dan luidsprekertjes in en het was een schitterend geheel. Alleen de batterijtjes was een klein beetje gedonder, om niet te zeggen gesodemieter. Want ze hadden in die tijd nog niet van die kleine batterijtjes zoals nou, maar Ali had nog 12 fietsbatterijen nodig. Een heel bol batterijen had ze nodig, maar ja, plaats genoeg! Batterij, dat had ze dan verstopt hier ergens, nou ja, in het regenbatterij dan, hè? Zeg, het wordt nog schunniger hoor, dus je kan er nog uit als je wil. Maar nou komt het allervrijste. Als je iets tegen Ali wou zeggen, dan gooide zij haar rijke natuur met de bros erop in de richting van de spreker. En weet je wat ze dan ijskoud zei? Dan zei ze, ik leg mijn oren te luisteren. Nou, dat vind ik wel een gevoel voor humor als je zo'n apparaat hebt en je noemt dan je rijke natuur ook nog je oren, hè. Zo komt ze ook langs de neus weg zeggen, mijn man, hè, mijn man eet me de oren van het hoofd. En als je iets drie keer tegen haar zei, dan zei ze, ja hoor, ik zal het in mijn oren knopen. Lui, laten we ophouden, want dat wordt te schunnig. Ik wou alleen maar zeggen, Ali was een zeer opgewekt vrouwtje. Altijd opgewekt. Ze liet de oren nooit hangen. Oh, ellendelingen zijn we allemaal, de hele kluit. Vol met agressieve drift en ik sluit mezelf niet uit. Ik weet het van mezelf het best, ik ben zelf ook niet zo heel erg lief. Ik zou veel liever kunnen wezen, milder en meer positief. Ik zou een bloemetje moeten brengen aan die jonge vrouw in bed. Nee, dat was nou jouw gedachte, mijn gedachte was heel net. Tralala, hoe ging het verder? Heezy, deezy, pommeledeen. 50 schaapjes met een herder, oh wat fijn om zat te zijn. Ik ben nou net Pater Verhagen en zijn dagsluitepiloog. Ach, een mens is maar een stakker en nou wordt mijn keel wat droog. Laten we lief zijn voor mekaar. Laten we toch blij zijn dat we leven. Ach, het is misschien maar even. Nog maar 10 of 20 jaar. Nou, dat is ontzettend kort. Dit is sherry en dit is port. Zeg, kennen jullie dat krankzinnige verhaal van die dronken vent die een postkantoor binnengaat? Hij gaat met zijn dronken kop naar het loket en hij zegt tegen de man achter het loket, geef u mij een postzegel van een kwartje en neem er zelf ook een.
Ik weet nog een ouwe. Kom. In Amsterdam woont een afschuwelijke kapper, zo'n echte Amsterdamse lollig, u kent ze wel. Heeft een klant onder het mes en die klant die laat zich ontvallen. Die zegt, kapper, ik ga morgen met vakantie naar Ventimiglia in Italië. Toen zegt die afschuwelijke kapper, meneer, dat moet u niet doen, dat is een vreselijke plaats. Smerig strand, akelige hotels, nare bedden, veel te veel verkeer. Enfin, de klant hoort woorden, die zegt, kapper, wat moet je mee? Als ik eenmaal in Italië ben, dan wil ik ook naar Rome. Toen zegt de kapper, meneer, wat moet u nou in Rome? Toen zegt de klant, ik wil de paus zien. Toen zegt de kapper, de paus zien. Nou, meneer, vergeet u dat maar. U staat op het enorme grote Sint-Pietersplein. Je ziet de paus zo klein in de verte, je kan net zo goed een aanzichtkaart kopen. Enfin, de klant verlaat het pand woedend. Na een maand komt hij terug van vakantie, zit er onder het mes, begint de kapper weer. Zeker tegengevallen, hè, meneer in Ventimiglia? Zegt de klant, nee, helemaal niet. Heerlijk strand, fijne hotel, zalige bedden, helemaal geen verkeer. Toen zegt de kapper, nou meneer, dan is Rome toch tegengevallen. Toen zegt de klant, nee, Rome is nog meer meegevallen. Ik stond inderdaad op het grote Sint-Pietersplein. Ik zag de paus zo klein in de verte, maar de paus zag mij en de paus liet me boven roepen. Toen zegt de kapper, meneer, liet de paus u boven roepen? Zegt de klant, ja, de paus liet mij boven roepen. Toen zegt de kapper, ach meneer, en heeft zijn heiligheid ook nog iets tegen u gezegd? Toen zegt de klant, ja, weet u wat zijn heiligheid tegen me zei? Wat ben jij rotte geknipt? De portier van het Hilton Hotel wordt 's morgens om 10 uur opgebeld door een stem. En die stem die zegt door de telefoon, portier, hoe laat gaat de bel open? Zegt de portier, meneer, die gaat vanavond om 6 uur open. Om 12 uur belt dezelfde stem weer, portier, hoe laat gaat de bel open? Zegt de portier, meneer, dat is de tweede keer, die gaat om 6 uur open. Om 2 uur belt hij weer, portier, hoe laat gaat de bel open? Zegt de portier, meneer, dat is de derde keer, die gaat om 6 uur open. Om 4 uur belt hij weer, de portier, meneer, dat is de vierde keer. Die gaat om 6 uur open, maar u bent veel te dronken. U komt er niet in. Toen zei hij, ik wil er niet in. Ik wil eruit! Hallo! Ik weet er nog één. In een groot, groot bos loopt een oud arm vrouwtje hout te sprokkelen. Plotseling verschijnt er een fee. En de fee zegt, vrouwtje, je mag 3 wensen doen, maar binnen 3 tellen. Het vrouwtje zegt, oh lieve fee, wacht even. Ja, ik weet het al. Ik wil zelf heel mooi zijn. Ik wil dat alle aardappels in de kelder goudstukken worden. En dat mijn kater een fijne vent voor me mag zijn. Ze gaat naar huis, ze kijkt in de spiegel, ze is beeldschoon. Ze gaat naar de kelder, alle aardappels zijn goudstukken. Ze gaat de keldertrap op, bovenaan de keldertrap staat inderdaad een reuze leuke knul die tegen haar zegt, wel jammer dat je me hebt laten castreren. Ik moet mijn tante Mien opzoeken, het is een zuster van mijn moeder. Ach, dat mens zit er zo zielig, ook al is het een loeder. Ik mag niet meer zo hebberig wezen, niet meer van 2 walletjes eten. En over walletjes gesproken, rode Riek ben ik vergeten. Ik moet eens ernstig met haar praten, rode Riek moet aan het werk. Misschien is ze om te scholen, organist in de oude kerk. Niet jaloers zijn op mijn buurvrouw, omdat zij meer heeft dan ik. Want er staat in het evangelie, even wachten, ik heb de hik. Aardig zijn voor de belasting, ik geef alles aan het Rijk. Het is toch in het belang van allen, het gaat toch allemaal naar Soestdijk. Laten we joedelen, joedelen. Nee, ik weet een bijzonder schunnig verhaal, maar ik zal het verzoenlijk vertellen. Een man gaat in Amsterdam rechtstreeks naar een juffertje. Amuseert zich uitstekend, legt 200 gulden op het nachtkastje. De juffrouw denkt, ach, wat een klant. Volgende avond om dezelfde tijd gaat hij weer naar de juffrouw. Amuseert zich weer uitstekend, zo niet kostelijk. Legt weer 200 gulden op het nachtkastje. De juffrouw denkt, ach, wat een klant. De derde avond gaat ze al in de deur staan. Ze denkt, zou hij weer komen? Dan was hij weer precies om dezelfde tijd. Hij amuseert zich weer, zo. Legt weer 200 gulden op het nachtkastje. De juffrouw denkt, ach, dat is een goede vaste klant. Dat is een goede vaste klant. Hoef ik niet meer zo te lopen. Ze denkt, weet je wat, ik ga me eens voor die man interesseren. Ik ga eens met hem praten. Ik ga eens even rechtop zitten. Enfin, ze gaat rechtop zitten.
En ze zegt, meneer, mag ik u eens iets vragen? Waar kom u eigenlijk vandaan? Toen zegt hij, ik lieve juffrouw, ik kom uit Alkmaar. Toen zegt ze, nee, kom u uit Alkmaar? Nou, dat is ook toevallig. Daar heb ik een zuster wonen. Toen zegt hij, ja, dat weet ik. Die heeft me 600 gulden voor je meegegeven. Willen jullie nou eens echt lachen? Als je echt wil lachen, moet je elkaar allemaal een hand geven. Geef elkaar allemaal een hand, dan stopt die meneer er op de hoek zijn twee vingers in het stopcontact. Fuck, hè? Zeg, ik dacht toch niet dat ik dronken was, hè? Ik ben wel misselijk van de bitterballen. Ik moet er elke avond 40 eten. Oh, op zon- en feestdagen 80. Het is vanavond de 626e voorstelling. Reken maar uit. Ik heb er al 25.040 op. Oh, ja. Weet u, als ik zit te drinken, dan hoor je de mensen van alles zeggen. De een zegt het is water, de ander zegt het is wijn. Weer een ander zegt het is limonade. En het was thee. Weet u, als ik achter dat tafeltje zit te vertellen... Oh, hoor eens, ik voel opeens dat ik hem mis. Ik ben opeens weer zo alleen. Weet u nog wel, Fair Lady? Dat is alweer 8 jaar geleden, wist u dat? Intussen zijn we 8 jaar ouder geworden, hè, mevrouw? U natuurlijk niet, ik wel. Weet u, als ik achter dat tafeltje zit te vertellen... dan kan ik u zien tot de laatste man in de zaal. En dan zie je ineens dat wanneer de mensen zich vermaken dat ze alles vergeten. Vooral alles wat de mensen onderscheidt, ras en stand, geloof, verschillende politieke opvatting. En dan komt alles naar boven wat de mensen verenigt. Plezier. En dan denk ik wel eens niet zonder trots. Een artiest is toch eigenlijk wel een hele goede bemiddelaar tussen de mensen, hè? Beter dan een politicus. Want dat zijn maar chagra's bij ons vergeleken. Weet je wat me ook wel eens overkomt? Ik zat vanavond hier in de kleedkamer in de spiegel te kijken. Ik zag mezelf zitten. Ik dacht, Zonneveld, daar ga je voor de 626e keer. Dat doe je nou al 30 jaar vanaf dat je zo groot was. Elke avond door weer en wind, door alle griepepidemieën heen. Moet je daar nou niet eens mee ophouden? En ik zei opeens tegen mezelf in de spiegel hier in de kleedkamer... Zonneveld, ik zou er maar eens mee ophouden. Zei ik tegen mezelf.
in de kleedkamer hier. Het is wel een beetje liefdeloos publiek. Gisteravond stond de hele zaal op en ze riep allemaal... Nee, Wim, ga niet weg, blijf! Zo, dat is alweer lang 10:30 geweest. U gaat allemaal naar huis, naar uw eigen komedie. En ik ga eten. Nou gaan we allemaal weer terug naar ons eigen toneel. Waar Vondel al van zei, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. En of je nou de hoofdrol speelt, wat kan je schelen? Als een mens maar iemand heeft om mee te spelen. Maar denkt u straks eens even, als u in uw bedje springt, aan deze Wim, die morgenavond hier weer staat en zingt. Haal het doeken maar op, doe het licht maar aan. Dan zal ik je even laten zien wat ik kan. Ach, ik weet wel dat het allemaal illusie is, but there's no business like show business. En of je nou jong leert of serieus acteert, een liedje staat te zingen of een olifant dresseert, je kunt er toch niet buiten. En al is het dan maar schijn, ik zou nooit, 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 nee, nooit, nooit, nooit iets anders willen zijn. Ik wou nog even zeggen dag tot ziens en bovendien, hoe heerlijk ik het vond om u vanavond weer te zien. Ik wou even zeggen dat het fijn is om te weten dat u even alle sores hebt vergeten. Nou mag ik net als Jan en alle man naar huis toe gaan. Daar ben ik blij om, want er is tenslotte ook een baan. Doe het licht maar uit, doe het doek maar dicht. Pak je koffer maar weer in en haal de schmink van je gezicht. Ach, ik weet wel dat het allemaal illusie is, but there's no business like show business. En of je nou jong leert of serieus acteert, een liedje staat te zingen of een olifant dresseert, je kunt er toch niet buiten. En al is het dan waarschijnlijk, ik zou nooit, 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 nee, nooit, nooit iets anders willen zijn.